en welkom bij de 10e dialoogavond van Met Andere Ogen. Een prachtig programma. En dit keer kijken we door de ogen van thuiszittende jongeren en initiatieven uit het initiatievencollectief die een programma hebben voor deze thuiszittende jongeren. En deze aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met Movisie en Gedragswerk en gaat dus inderdaad over dat initiatievencollectief. Wat kunnen we vanavond leren voor de ontwikkelkansen van thuiszittende jongeren? Wat kunnen we daarvan leren hoe we dat beter moeten doen met elkaar? Dat is eigenlijk de vraag. En dat doen we vanavond via de livestream. En daar zitten een heleboel mensen mee te kijken. Hartelijk welkom. Maar het is ook een groot genoegen om niet meer alleen maar in de camera te hoeven kijken. Maar ook hier in een dampende Pakhuis de Zwijger studio. Welkom. Zijn met andere ogen, omdat het natuurlijk een nationaal programma is, zijn er altijd maar een paar mensen in Amsterdam. Maar we vinden het echt te gek dat jullie er zijn. En wij zitten in de studio van Pakhuis de Zwijger en daar is het dus super cool. Ja. Dus wij komen allemaal bij hier nu, na een vrij broeierige dag. Goed, we gaan dat in 4 rondes doen. In de eerste ronde praat ik met een aantal ouders en kinderen. Jongeren. En de tweede ronde ga ik praten met een aantal initiatieven uit het initiatievencollectief. In de derde ronde gaan we naar eigen wijsheid, adviesraad van jongeren met ervaring. En in de vierde ronde, dat noemen wij dan heel vaak de systeemkant, hebben we een aantal partijen die volgens wet en regelgeving een belangrijke taak hierin hebben. Dat is dan de afsluiting. Nou. Als u mee wil kijken, mee wil praten of uw eigen visie wil delen of vragen wil stellen, we bewaren de hele chat, want het geeft ons ook altijd heel veel kennis voor eventuele vervolgprogrammering. Dan kunt u dat doen door menti.com te gebruiken. Dat doet u of op uw telefoon of op uw computer, menti.com. Dan moet u een code invoegen en dat is vanavond 4228-5969. 4228-5969. En als u die intoetst, dan kunt u wat intoetsen, wat uw vraag is, uw opmerking. U kunt ook even zeggen, ik wil die en die persoon wat vragen. En dan een selectie daarvan wordt dan door degene die de chat volgt naar mij gestuurd hier in de studio. En dan kan ik die vraag of opmerking onderdeel laten zijn van de dialoog. En hier thuis, ja, in de zaal kan je ook je hand opsteken, maar het is best een vol programma, dus heel vaak zal ik er niet gebruik van maken. Helemaal aan het eind, zo rond 9:30, gaan we nog even jammen met de zaal. Dan krijgt u gewoon vol op het woord. Dan gaan we ook de camera's uitdoen en dan mag u gewoon lekker zeggen wat u wil zeggen en dan met de sprekers in dialoog gaan. Goed. Dan moet u weten dat ik eigenlijk bij elke dialoog, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Altijd een dialoog, in deze dialoog een tafelheer of dame heb. En dit keer is dat Mariette van Houten, programmaleider bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie. Trekker van het initiatievencollectief. En vanavond dus heb ik de eer omdat jij aan mijn zijde wil zitten als mijn tafeldame. Geef haar even een groot welkom. Want de tafeldame Mariette, die heeft een bijzondere rol. Je bent eigenlijk mijn geweten, maar ook mijn corrector, mijn kritische rechterhand. Je mag alles doen wat je wil als je denkt, ik kan dit programma beter maken dan wat zij nu aan het doen is. Nou, dan mag je dat gewoon doen. Hele uitdaging. Nou, heel fijn. Maar fijn. En hier verder dan stel ik meteen ook de rest van de tafel aan u voor. Naast Mariette zit Wouter Heesen. Een jongere met ervaring op het onderwerp van vandaag ging naar ACIC. Daar hebben we vorige bijeenkomst wat meer over gepraat. Gaat nu naar Phoenix voor hoogbegaafde drop-outs. Wat een goede naam is. Hoogbegaafde drop-outs. Tegenover hem zit Jacqueline van der Riet. Zij is ouder van een 14-jarige zoon die naar de regenboog gaat. En naast Jacqueline zit Linda Wening, ook een jongere met ervaring over het onderwerp waar we het vandaag over hebben. En is nu bezig via dagelijks bestaan. En wat dat is, gaan we zo wat langer over praten. Nou, zoals ik al zei, in de derde ronde gaan we jongeren uit de adviesraad eigen wijsheid podium geven. Die zitten dus ook in de zaal. Die raad is ontstaan vanuit het gebrek van jongeren en thuiszitters bij gesprekken over het onderwijs. En is dus onderdeel van LAX.
de scholierenvakbond. En straks krijgen zij echt goed podium. Want het is bij ons eigenlijk bij Met Andere Ogen de gewoonte dat we beginnen met de jongeren, het kind, de ouders eromheen. Omdat wij denken dat daar in ieder geval het startpunt zit van elke oplossing. Of elk gesprek op niveau, zullen we maar zeggen. Dus we zijn heel blij dat jullie in de zaal zitten en dat we ook de eerste ronde met jullie hier aan tafel zitten. Geef ze een grote applaus. Mijn tafel. Mariette, voordat ik de jongeren en de ouder aan het woord laat, wat is het initiatievencollectief? En je wou dat uitleggen aan de hand van het logo van het initiatievencollectief. Van het logo, dat komt nu zo op het scherm. Daar is het inderdaad. Het initiatievencollectief is eigenlijk een verband. Jij zei het wordt getrokken door Movisie en gedragswerk. Zo voel ik het niet. Het wordt getrokken door ons met z'n allen. Het heet ook een collectief. Van eigenlijk, in ieder geval op dit moment 15 initiatieven die iets te bieden hebben aan jongeren die in de situatie van thuis zitten of eventueel dreigend thuis zitten, zoals Linda straks zal vertellen, terechtkomen. En een aantal die noemen wij verbondgenoten, waarvan Movisie en gedragswerk, maar ook een aantal mensen die uit andere plekken komen. En wij hebben onszelf een jaar geleden opgericht nadat we, ik heb 4 jaar geleden een inventarisatie gedaan van initiatieven. Toen heb ik er 45 gevonden. Toen waren er ongetwijfeld al veel meer. Daar hebben we een rapport van gemaakt. En eigenlijk sinds die tijd groeit en groeit en groeit het maar. Er zijn inmiddels 120 initiatieven bekend. Maar ze hebben allemaal een beetje dezelfde struggle. En daarom hebben we ons verenigd in dat collectief. En dat logo dat zegt eigenlijk, we willen meer richtingen, meer routes. Dus dat is het ene beeld wat erin zit. En het andere is toch ook wel iets van een haakje, een hengel, een niet laten verzuipen. En dat is denk ik wat die initiatieven kenmerkt. Dus het zit eigenlijk, het nu zit erin, dat is het haakje, het niet laten verzuipen. Ja. En de toekomst zit erin, namelijk een meer sporenbeleid. Meer sporen. Hè? Allebei zitten in dat beeld. Ja. Hey, en nu heb je een beeld meegenomen van de reis. Kun je dat toelichten? Ja, het is sowieso fantastisch. In ons collectief zit Welmoet de Graaf. Die heeft al deze fantastische platen gemaakt. Ja, dat is wel fijn om in je netwerk te hebben. En het is ook heel bijzonder omdat we merken dat het verbeelden een hele andere laag eigenlijk laat zien. En dit is eigenlijk hierboven. Vanmiddag hadden we ook een bijeenkomst met een aantal van de collectieven. Daarboven staat eigenlijk, je kunt erover discussiëren of het wel of niet moet gebeuren. Maar tot nu toe gebeurt het nog altijd dat er kinderen buiten de boot vallen. En als een kind zinkt, dan zinkt eigenlijk ook het hele gezinssysteem. Maar soms ook van alles er nog omheen. En dat initiatievencollectief is eigenlijk, zijn ze ieder, maar ook samen zijn we op zoek naar, wat is er dan wel nodig? En hoe kunnen we nou wat meer wind in de zeilen krijgen? Want het is niet een individueel iets, maar er zijn er steeds meer. Het is blijkbaar, komt er van bottom-up een soort antwoord op een probleem wat op alle mogelijke plekken zich voordoet. Individueel hebben die initiatieven moeite om, en hebben ze, dat hebben we even maar wind tegen genoemd, hè, van hoe krijgen we nou een beetje meer wind mee? Hoe krijgen we contact? Hoe kunnen we een plek krijgen om eigenlijk niet meer voor ieder kind individueel, maar ook gewoon op een wat grotere schaal een plek te kunnen innemen in of buiten het systeem, vind ik eigenlijk zelf niet zo relevant, maar vooral om datgene wat zij doen te realiseren. Ja, en dat is die twee stromen die je dan eigenlijk schetst. Hè? Ja, die komt zo meteen in het volgende plaatje. Precies, de plaatje die je dan schetst. Ja. Dat is eigenlijk dat is eigenlijk gebaseerd op transitiedenken. Hè? Ja. Je gebruikt ook al de woorden daarvan. Dat is namelijk, hoe kom je nou van een systeem wat vast zit? Ik kan zeggen, wanneer zit een systeem vast? Nou, als het uitkomsten produceert die onrechtvaardig of oneerlijk zijn of heel stom. Als je een school hebt wat bedoeld is om iedereen te laten leren of te ontwikkelen en dat gebeurt niet, dan moet je denken, hey, er gaat iets mis in dat systeem. Ja. En dan gaan initiatieven ontstaan om na te denken, hoe kunnen we dat beter doen? Ja. En die dagen eigenlijk dat systeem uit. Van, hey, jullie zijn eigenlijk dingen aan het doen die niet goed zijn. Kijk eens naar ons, wat wij hebben ontwikkeld aan kennis. Ja.
En kun je dan dat systeem misschien ook wel iets inspireren? En jij zegt, maar soms moet je ze ook gewoon laten voor wat het is. Ja, ik heb eigenlijk niet de neiging om daar op dit moment een antwoord op te geven. Waar ik wel behoefte aan heb, is de erkenning dat er inmiddels heel veel plekken zijn waar jongeren zoals Wouter, zoals Linda, zoals de jongeren die daar zitten, een plek vinden. Ja. En ik denk dat het belangrijk is... Die veel meerwaarde hebben. En voor Dus dat andere routes en eigenlijk op de wereld is sowieso veel meer aan het zoeken naar hoe kunnen we diversiteit een plek geven. En ik denk, want er gaat natuurlijk ook heel veel goed hè, in die hoofdstroom. Maar er is een hele aanzienlijke groep waar de dingen niet goed mee gaan. En daar is dat initiatievencollectief. En een van de dingen die ik er nu al uit wil lichten, want daarna wil ik ook graag ruimte voor hen, is dat... Eigenlijk zie ik daarin telkens hetzelfde. De jongeren passen niet. Er zijn, vanavond sprak ik er een paar, die hebben 11 scholen gehad. Hè, nou, of andere, of zorg. En die zijn niet passend. Die komen op een gegeven moment bij zo'n initiatievencollectief of initiatief terecht. En daar vinden ze een plek. Maar die initiatieven zelf, die zijn ook weer niet passend. En het reproduceren van die niet passendheid... En daar een verandering in brengen, dat is in ieder geval voor mij, maar ook voor het collectief een hele belangrijke reden om ook hier aan tafel te zitten. Maar ook om heel, heel graag in contact met anderen te kijken, hoe kunnen we daar nou vorm aan geven. Ja, want eigenlijk zou je denken dat als passend onderwijs of passend ontwikkelen een moet, dat je net zo lang gaat zoeken tot je iets vindt wat past bij dat individu. Ja. En dat je niet stopt, want dan is je opdracht gewoon nog niet als samenleving opgelost. En die situatie is er niet. Het is gewoon veel te veel schrijnende situaties met jongeren die onnodig schade lijden aan de manier waarop zij... Nou, dat gaan we in deze ronde eens even verkennen met elkaar. Wat een eer dat jullie bij mij aan tafel willen zitten. Dank. Wouter, wat is jullie ervaring, wat is jouw ervaring met de initiatieven waar we het vandaag over hebben? Met welk thuiszittersinitiatief uit het collectief, heb jij ervaring? Ik heb ervaring met ACIC, daar ben ik eerst beland, na jarenlang thuis hebben gezeten. En daarna, ik denk dat ik er 2 jaar bij ACIC heb gezeten, daarna ben ik bij Phoenix. Eerst heet Phoenix Talent, nu Phoenix Ontwikkelingsbegeleiding. Daar ben ik nu terecht. Voor die hoogbegaafde drop-outs? Ja, voor de hoogbegaafde drop-outs, dat klopt. Ik vind het alleen al heel leuk om heel vaak te zeggen. Ja, mooi woord. Ja, daar ben ik nu. En wat doe je dan? Wat doe je dan als je daar zit? Nou, ACIC is voor mij heel erg belangrijk geweest, omdat ik eerst gewoon rust nodig had. Ik heb net thuis depressief gezeten. En ik had een plek nodig die niks van mij vroeg, maar waar ik de mogelijkheid kreeg om dingen te mogen doen in plaats van te moeten doen. Ik ben er eigenlijk heel langzaam, stapje voor stapje, stappen gaan zetten. En dat was ook nodig, dat moest langzaam. Ik moest even ervaren dat het ook dat ik het voor mezelf deed in plaats van... Omdat iemand anders had bedacht dat iets moest. Ja, en ook mezelf daarin te vinden. Dus dat is heel waardevol geweest. Dat wil ik ook zeggen, sommige jongeren hebben gewoon rust nodig na een lange tijd... overbelast zijn in de samenleving, hebben ze gewoon even rust nodig. Dus dat is niet iets wat je gelijk moet willen oplossen. Dat is ook gewoon iets waar ze even moet ervaren dat rust er is. Ja. En dan bij jezelf terugkomen. En dan uit intrinsieke motivatie dingen weer te gaan doen. En kijken van, hé, wat wil ik en wat kan ik en wat ga ik doen. En je zegt, dat is heel belangrijk voor mij geweest. Je hebt een paar jaar thuis gezeten. Toen kwam je bij ICE. Toen hoefde niets, het mocht alles. Hè? Ja. Zei je, dat was heel belangrijk voor mij. Rust en dat ik weer kleine stapjes mocht zetten. Ja. Wat heeft je dat dan... Want je wilde eerst niets. En wat heeft dat opgeleverd na 2 jaar ACIC? Nou ja, ik denk dat ik daar heel erg mezelf heb gevonden. Ook al die jaren tijdens de depressie. Maar dat ik ook echt voel van... De tijd gaat verder en ik wil nu dingen gaan doen. Ik wil dingen ondernemen. Ik weet nog niet wat, maar ik wil iets. Ja. En ik denk dat dat is waar Phoenix toen een heel goede stap in is geweest. Want bij Phoenix ben ik gewoon heel veel gaan doen vooral. Niet school, maar gewoon... ze hebben allemaal verschillende dingen, zoals improvisatietheater tot instant poetry. Allemaal dingen om jezelf te gaan verrijken en dingen bezig te zijn.
En vooral ook, ook met andere soortgelijke jongeren te zijn. Die ook ervaring hebben met niet in de samenleving passen. Ja. En die op hetzelfde manier denken. En dat is heel waardevol. Dat er is, hè, je zegt dat heeft me echt veel gebracht. Die laat het me gewoon weer dingen doen, waardoor ik ook weer... Ik moet zeggen, het zullen mensen thuis ook ervaren. Wat bijzonder dat, je bent 19, dat iemand zo reflexief over zijn eigen ontwikkeling kan praten. Ik kom mensen van 50 tegen die daar niet toe in staat zijn. Dus dat je dat op je 19e kan, dat heeft dat iets te maken met de ontwikkeling die je afgelopen jaren hebt gehad? Ik denk het zeker. Ik denk dat ik denk ook op middelbare school, ik heb er niet heel lang gezeten, zeg ik eerlijk. ik denk dat daar heel vaak, het gaat vaak niet over leren, maar over presteren. Dus je moet veel meer bezig zijn met vakken volgen, dat soort dingen. Terwijl ik denk, als je nou een stuk meer bezig bent met het mens ontwikkelen, dus en wat hij zelf wilt en hoe hij zelf naar de wereld kijkt, denk dat je daar veel meer aan hebt, afgezien van wat je leert. En ik denk dat je dat ook erg kan helpen in het leren van dingen die je daadwerkelijk belangrijk vindt. En interessant. En nu, wat wil je nu? Je bent 19, je hebt de Phoenix. Ik ga het nog één keer zeggen. Ja, gaaf de kop uit. Wat nu? Hoe ziet jouw beeld van je... Hoe wil je jezelf gaan ontwikkelen de komende jaren? Nou, dat is ook iets waar ik nu tegenaan loop. Is ik wil graag een HBO doen. Ik heb wat voor een HBO? HBO Social Work. Nou, lijkt me verstandig een beetje die mensen reflexief kunnen zijn... dat die Social Work gaan doen, ja. Maar ik kom nu alsnog... tegen gesloten deuren aan, omdat ik geen HAVO heb gedaan. Terwijl ik wel en ik ben ook nog niet 21, ik ben 19. Dus ik mag ook geen toets doen. Dus het is nu een beetje, ik loop nu aan dat ik heel erg, ik heb ook in die zin het gevoel dat het werk wat ik aan mezelf heb gedaan en heb geleerd, in die zin, ik heb er geen certificaat voor, maar ik denk wel dat het een heel reëel leren is. Maar het wordt gewoon niet door de samenleving erkend als zoiets. En dat zorgt voor allemaal gesloten deuren. Dat snap ik. Dus dat is erg jammer. Ja. Linda, er werd net al even tussen neus en lippen gezegd dat je kan een thuiszitter zijn, maar ook een bijna thuiszitter. Wat is jouw verhaal? Welk initiatief uit het initiatiefcollectief ben jij? Ik ben 5 jaar nu betrokken bij het dagelijks bestaan. Daar ben ik terechtgekomen nadat ik op mijn 15e, dat het echt niet meer ging. Ik had toen al een tijdje dat ik met aangepaste roosters naar school ging. Maar het was gewoon duidelijk dat het niet meer werkte. En toen heb ik het geluk Waarom gehad. Waarom werkte het niet? Het was te veel. Het is inderdaad heel erg op presteren. Daar wordt op gelet. En er was zoveel gebeurd in mijn leven dat ik had gewoon geen ruimte meer voor school. En ik kon het leren prima en de kennis was het probleem niet. Maar alles wat erbij kwam kijken, dat trok ik gewoon niet. Nee. En toen heb ik het geluk gehad dat iemand het dagelijks bestaan kende. En dat ik daar meteen eigenlijk direct terecht kon. Wat is dat, het dagelijks bestaan? Het dagelijks bestaan. Nou, we zien hier plaatjes van het dagelijks bestaan. Het dagelijks bestaan is een plek waar... als je komt, dan heb je een landingsfase. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is, dat je echt even de tijd krijgt om inderdaad... Rust. Even gewoon zijn. Echt even zijn. En we hebben ook een motto, een langzame tijd. Je krijgt ook echt de tijd. En ook de tijd die je nodig hebt en die bij je past. En voor de een is dat... 6 weken, voor de ander is dat 2 maanden. Dat verschilt heel erg, maar er is gewoon ruimte voor... iedere jongere en er wordt naar iedere jongere gekeken wat hij nodig heeft. Nou, dat is je landingsfase. Dan mag je dus gewoon lekker uitrusten. Niets moet. Ja. En dan? Dan ben je geland naar je, op je eigen tempo. En dan? Dan iedereen heeft een doel als die komt. Oh, ja. En daar ga je dan aan werken. En dat kan door middel, we doen van alles. Koken, sporten, hout bewerken, muziek maken, kunstzinnig bezig zijn. Het is ruimte voor eigenlijk alles wel. En een ander motto is uit je hoofd in je handen. En ik denk dat dat iets is wat zoveel jongeren die komen, die zijn helemaal opgesloten door dat schoolsysteem in je hoofd zitten. En daar hier gebeurt alles, terwijl dit allemaal vergeten wordt. En ja, dat breekt je op een gegeven moment.
En dat werkt niet. Dus dan ga je lekker aan het werk. En dan met de doelen. En dan zo, terwijl je bezig bent, werk je ondertussen aan je doelen. En je hebt gesprekken met andere jongeren die er zitten. En je doet het echt samen. En je voelt je ook gewoon weer eventjes van, oh ja, ik hoor er wel bij. Ik mag dan uitgevallen zijn van dat andere systeem waar ik vandaan kom. Maar er is ook een plek voor mij. Waar ik gewoon kan zijn. En met anderen die dat ook zo hebben ervaren. En wat heeft het je gebracht? Want je bent nu 21. Volgende week 21. Ja. Wat heeft het je gebracht? Oh, zoveel. Überhaupt al heel veel zelfkennis. En ik denk dat helpt zoveel. Gewoon weten wat je wel kan. Want er wordt zoveel geconcentreerd op school, zeker op wat je niet kan. Waar je niet presteert, waar je niet goed in bent. En het weten wat je wel kan, is uiteindelijk waar het om gaat. Gewoon het weten waar je goed in bent, waar je naartoe wil. Die zelfkennis is gewoon heerlijk. En wat je aan kan en waar je valkuilen liggen natuurlijk. En de hele alles bij elkaar. En oké, dus nu na 5 jaar kan je zeggen, nou, hier ben ik. Ja. En nu? En nu? Nu ga ik toch weer terug naar school, wat ik niet had verwacht. Maar ik merk dat het nu is het eigenlijk wel leuk. Ik vind school, ik kan nu zeggen dat ik school eigenlijk wel grappig vind. Omdat er niet meer zoveel druk op ligt voor mezelf. Ja. Ik vermaak me wel. Ik doe mijn ding. Ik loop ertussen en ik maak contact met de mensen om me heen. En het is wel lekker. Het is wel rustig. Dus je bent met FAVO, heb je nu je eerste certificaten binnen in de pocket. Ja. En dan ga je volgend jaar nog verder mee. Ja, ga ik gewoon nog weer een jaar doen. Waarom niet? Even ter introductie, hè? Dus en dank, wat fantastisch. Jacqueline, wat is jouw verhaal? Bij welk initiatief uit het initiatiefcollectief ben jij betrokken? Of? Nou, nu op dit moment bij de regenboog, daar zit mijn zoon nu, ik denk 4 of 5 jaar. En hoe oud is jouw zoon? 14. Net 14. Ja. Maar vanaf zijn 4e jaar heeft hij de eerste 3 maanden doorlopen op de basisschool. En daarna was het gelijk bam mis. En wat ging er mis? Wat ging er mis? Dat is een hele goede vraag. Hij liet kinderen struikelen. Hij wou niet blijven zitten. Hij was heel druk. Kon echt niet stilzitten. Altijd bewegen. Ja, daar paste hij niet tussen. Hij moest zitten. En ik heb vroeger een buurman toevallig gehad die werkte met moeilijk opvoedbare kinderen. En die zei tegen mij van, goh, er zit zeker een hele grote klas van 30, 40 plus. En je hebt zeker een juffrouw. Ik zeg, ja. Hij zegt, ja, dat dacht ik al. Ik zeg, hoezo dan? Nou, hij zegt, hij moet gewoon uitgelaten worden. Want hij zei, ja, hij ziet het natuurlijk elke dag. En hij kwam daar ook over de vloer. En hij zegt, ja, hij is gewoon druk. Hij moet gewoon even een rondje rennen en dan komt het wel weer goed. Maar dat was het dus niet. Nou, de school liet hem niet een rondje rennen, denk ik. Of wel? Nee, ja, ze liet hem niet rennen. Hij moest gewoon weg. Ja. En ja, daarna ging hij naar een... hoe heet zo'n school? Nou ja, speciaal onderwijs waar max 10 of 12 kinderen in zaten. Nou, dat was ook al te veel. Hij was ook te druk en... Altijd overal inklimmen en gevaarlijke dingen doen. Niet luisteren en druk. Nou, daarna dan weer naar een andere school. Niet meer dan 8 kinderen. Ja, dat ging allemaal niet. En hij werd niet begrepen. En ja, wat is er mis met je kind? Niemand wist het. En dan beland je uiteindelijk bij de regenboog. En dan beland ik eindelijk. Nou ja, eerst bij thuis, zorgboerderij nog gezeten. Ja. En dat was echt fantastisch, manieus. Het is een lange, ellendige weg. Je zit hier wel. Ja, want het gaat goed nu. Ja. Tenminste, goed. Sinds ik zijn juiste diagnose weet, want hij had ODD, zeiden ze, het zou nooit meer goed komen. Hij zou in de gevangenis belanden. En nou, dan kon je mee naar huis te gaan. En ik dacht echt van, nou, hell no. Mijn kind is niet agressief. Jouw papier, jullie maken hem agressief. Zo, daar stond ik er altijd in. En gelukkig heeft de regenboog heel goed naar ons geluisterd. En daar is eindelijk... voor ons dan ook de juiste diagnose gesteld. En ja, sinds dat er is en hij op die manier ook behandeld wordt. En
heb ik een heel ander kind. Hij is al een paar jaar niet meer agressief geweest. Hij houdt weer een beetje van zichzelf. Kijkt in de spiegel gewoon, dan kan hij ook nu zo staan in plaats van niemand houdt van mij. Ja, fantastisch, ja. En wat een lange tijd heeft dat dan geduurd? 10 jaar is lang. Ja, 10 jaar is heel lang. Ja. In een kinderleven al helemaal. Duur maar. Ja, precies. Ja. Hey, en ik hoor hier een paar elementen waarom die initiatieven jullie verder hebben geholpen. Hè? Jij zegt de juiste diagnose. Jij zegt echt gezien worden. Rust en ruimte krijgen om jezelf te ontdekken. Uit je hoofd. Met je handen. Je zegt ook inderdaad die tijd, die rust. Je mag gewoon en op zoek gaan naar de kans krijgen om je intrinsieke motivatie te vinden. En dat is, dat hoor ik, hè, dat hoor ik hier. Ja. Als we daar nou over, als dat belangrijke dingen zijn en je kijkt terug, hè, want jullie hebben dus een lijdensweg achter de rug, maar die heeft jullie dus ook heel reflexief gemaakt. Dus dat is lekker als competentie voor een gespreksleider. Hè? Dus, dus als we daar nou over nadenken en je kijkt terug bij de juffrouw, bij jouw mentor in de eerste, tweede of derde van die middelbare school, en bij jou waarschijnlijk op de lagere school of net even op meer. Ja. Als je terugdenkt en je zou met je huidige kennis van wat nodig is om jou te laten ontwikkelen, om jou prettig in je leven en lijf te laten zitten, of voor jouw kind, wat wil je ze dan zeggen? Wat hadden we kunnen doen als samenleving? Of die scholen? Of wie had wat kunnen doen? Wat is dan je antwoord? Ik zou sowieso zeggen, luister naar het kind. Want ik heb zelf wel heel erg goed geweten wat mij zou hebben geholpen. Dat is ook wel waarom het op basisschool nog relatief goed ging. Omdat ik heb nog op een relatief goede basisschool gezeten. Waar ze nog wel naar me luisterden. En wat was dat dan? Wat was er anders dan wat je op de middelbare school aangeboden kreeg? Nou, überhaupt, ik had al heel veel stress ook van de basisschool. Dat ging al bijna verkeerd. Maar toen kwam ik op een middelbare school. En dat was ook wel typisch dat je dan... dat is dan een, was net geen speciaal onderwijs of zo, maar eigenlijk een soort van speciaal onderwijs. En dan had je een I-klasje. Dat had allemaal jongeren die rust nodig hadden. En de rest van de school had agressieproblemen. Nou, dat werkt niet als je jongeren nodig hebt die rust hebben. Dat soort dingen. Dus op jij wist heel goed dat je meer rust dan een gemiddelde school kan bieden nodig hebt. Ja, en okay. Wat je dan krijgt is, dan kom je in speciaal onderwijs en dat soort dingen. En dan krijg je juist allemaal jongeren met een eigen problematiek die juist niet met elkaar goed samenwerken. Omdat ze juist compleet omgekeerde problematiek hebben. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Dus dat, ik zou zeggen, en luister meer naar het kind inderdaad. Ik denk, ik heb zelf altijd goed kunnen aangeven wat er nodig is. Dus en denk in mogelijkheden. In plaats van in regels of in klassikale settingen. Denk, als het kind iets aangeeft, denk out of the box en ga het vooral aan. Ja, nou is helemaal niet het doel van dit gesprek om te kijken hoe kinderen die in vergelijkbare situaties, jongeren die in vergelijkbare situaties zitten, we wel door die hoepel van die middelbare school kunnen krijgen. Hè? Want dat is ook wat jouw opmerking is. Soms. Yeah. We hebben het in eerdere gesprekken van Ma ook wel eens gezegd, is dat wat we nu hebben gedefinieerd als de hoepel is zo klein deeltje van maar en moet iedereen doorheen geduwd worden. Ja. Dus dat is helemaal niet mijn intentie. Maar had je dat, als dat wel had gekund, als jij gewoon met meer rust, had je dat aantrekkelijk gevonden om uit te zoeken? Of zeg je nou ik heb gewoon mijn eigen... Ik denk dat er gewoon plekken nodig waren, zoals Phoenix. Iets echt anders doen. Ja, ik denk ook niet dat je het moet willen normaliseren en het weer terug naar school moet willen brengen. Nee. Want dat is het hele idee. Het is geen school. Het is een plek voor de mensen die niet normaal zijn of niet genormaliseerd willen worden. Hoe je het ook wel, als we weer lekker in stereotypes willen denken. Ja. Die worden dus wel dat niet. Normaliseer het niet, zou ik kunnen zeggen. Precies. Laat het in zijn eigen waarde. Okay. En wat werkt, werkt. Okay. De rest werkt overduidelijk niet. Dus Wat zou jij met de kennis van nu over... Hadden we iets beters en anders kunnen doen als samenleving, als leraren, als professionals? Ik denk... sowieso durven toegeven dat je het niet kan, misschien als school. Dat je het niet kan bieden. Dat je het kind of de jongeren niet kan helpen. Niet op kan lossen.
Want je wordt toch een beetje gezien als probleem of zo, als je jongere bent die niet mee kan draaien in het plaatje. Maar ik denk wel dat het is wel goed dat deze plekken er zijn. Ik bedoel, het hoeft ook niet dat... Het heeft ook iets fijns dat er iets externs is waar je naartoe kan. Maar ik denk wel dat er op scholen... gewoon wat meer menselijkheid. Wat meer dat je minder... Je krijgt een leerlingnummer, je bent een nummertje op school. Gewoon iets meer het gesprek aan durven gaan. Ook als leraar. En ook als leraar jezelf aan durven kijken en je kwetsbaar opstellen. En laten zien dat jij ook gewoon een mens bent die maar wat doet. Maar hè, iedereen probeert gewoon te leven en er het beste van te maken. En niemand weet het precies. En ik denk dat ook gewoon durven laten zien. Gewoon de menselijkheid, de kwetsbaarheid. Ik denk dat jullie beiden ook ervaren hebben. Jullie komen dan bij zo'n initiatief en merken dat je niet de enige bent. Hè? Is dat dan ook een herkenbaar verhaal voor andere jongeren die je daar tegenkomt? Dat de menselijkheid mist? Of gewoon jullie, dat jullie weg is voor jullie natuurlijk uniek. Maar wat ik in ieder geval veel hoor, is dat eigenlijk ontzettend veel herkenning is van de verhalen die je van anderen hoort. Maar die krijg je pas als je bij zo'n initiatief komt. Ja, precies. Maar dat anders zijn is dus kennelijk op school toch heel onzichtbaar. Probeer dat dan te verbergen. Natuurlijk ook op middelbare scholen dan ben je in zo'n leeftijd waarop het heel belangrijk is dat je erbij hoort. Hoe word ik gezien en zo. Terwijl ik denk dat er heel veel jongeren hebben hier problemen mee. En als het gesprek gewoon open gegooid wordt en als er over gepraat wordt dat dit er is. Ja. Dan hoeven denk ik ook minder jongeren van school. Omdat je niet meer, je hoeft het niet te verbergen. Je hoeft het niet binnen te houden. Je kan Dus ondanks dat het doel niet is om iedereen op die scholen te houden, zeg jij. Maar als er ruimte zou zijn voor in ieder geval professionals, leraren, begeleiders, die ook zeggen, ik weet het ook even niet. Ja. Laten we samen zoeken, een soort open houding aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant echt nieuwsgierig zijn naar wat heb jij nodig. En misschien wat wij als schoolsysteem aanbieden is gewoon niet voor jou. En waar zit dat dan in? Is dat die diploma druk? Of wat is dat dan? Wat maakt dat jij eigenlijk je niet lekker in je vel voelt zitten? Die zoektocht samen aangezegd. Als dat gebeurt, dan zou het zomaar kunnen dat een aantal mensen minder uit zou vallen. Ja, ik denk het wel. Ja, uiteindelijk heb ik gewoon het meest gehad aan normaal contact. Gewoon normale mensen, geen professionals, gewoon normale mensen die het ook hebben uitgezocht en die het ook hun weg hebben moeten zoeken. En ervaringsdeskundig zijn, dus op zich maar gewoon. Gewoon ervaringsdeskundig door het leven gewoon. Door het leven, iedereen is in die zin. Ja, het leven iedereen, allemaal, hè? Precies. Ik kan me voorstellen als je 10 jaar lang zo'n leidensweg aflegt, dat je heel regelmatig denkt, wat met de wijsheid van nu had je anders, als dat anders was gegaan, hadden we misschien sneller bij de juiste diagnose geweest, sneller bij de juiste plek voor je kind geweest. Wat met de wijsheid van nu zou je dan anders willen hebben gezien? En wie had dat moeten doen? Oeh, wat een moeilijke vraag. Want op dat moment laat je het allemaal over je heen komen. Want jij denkt, de mensen hebben er wel verstand van. Ja. Dus dat is al een les die je nu weet dat niet zo is. Nee. Dat is best handig om mee te geven aan al die honderden mensen die kijken. Als je dat denkt. Nee, ik ben ook één keer heel boos geworden op een psychiater. Van Dustin dan, die hem een diagnose gaf wat ook niet klopte. En die ging alleen maar een 4-op-rij spelletje met hem spelen en liet hem expres winnen. En hij had de diagnose al. Nou ja, toen zakte mijn broek echt wat in de En gaf. Had je toen al wel een aanwijzing dat dit niet per se, dat je zijn mening niet per se heel serieus hoefde te nemen? Precies, dus je zegt in eerste instantie, als je als ouder met een jong kind, en dat lukt niet helemaal, dan ga je in eerste instantie ervan uit dat die mensen die zich ontfermen over jouw kind, of dat welke professional dat dan ook is, dat die weet wat er aan de hand is. Ja, maar heel veel, ik vind het rot om te zeggen, maar heel veel zien het echt als werk. En die gaan om 5 uur weer naar huis toe en mijn kind is een nummertje. Ja.
Nee, maar we hebben natuurlijk heel vaak hier al geconstateerd dat het een belangrijke les is dat de enige werkelijke expert het kind en de ouder is over dat kind. Dus het specifiek kind. Je kan heel veel andere expertises hebben. Maar je zult dat moeten bij elkaar moeten brengen als kennis. Omdat je dan pas het kind echt ziet. Ja, maar als jij aan experts jouw kind zijn tussen haakjes gebruiksaanwijzing geeft. En hun zegt wat je moet doen als hij wel boos wordt. En er wordt niks mee gedaan. Precies. Dat is nog een tweede hele grote dan kennis. Dus geloof niet alles wat de professionals tegen je zeggen. En twee, neem die kennis van die ouders serieus. Neem die kennis van die kinderen serieus. Luisteren. Ja, nou ja, wat ik ook wel interessant vind is, ik heb een keer, of nou, mijn moeder heeft een keer bijgehouden hoeveel mensen bij mij thuis zijn gekomen om te vertellen hoe het zat en allemaal werknemers. Het waren uiteindelijk meer dan 100. 100 mensen uit de zorg en het onderwijs hebben zich over jou gebogen. En ik denk de mensen waar ik het meest aan heb gehad waren de mensen die inderdaad niet wisten wat ze met me aan moesten, maar gewoon naar mij hebben geluisterd. En ik denk ook gewoon, ik heb één hulpverlener gehad die eigenlijk denk helemaal nog niet eens per se dat hij mij heel goed begreep, maar hij pretendeerde ook niet dat hij me begreep. En hij is gewoon met mij dingen gaan doen. Hij is met mij in gesprek gegaan. Hij heeft mij geactiveerd. Heel goed. Nog een derde les. Het hoofd volgt de hand. Zeker. Absoluut. Doen als je het niet weet. En dan volgt het weten later. Exact. Hij hoeft helemaal niet te weten exact hoe ik in elkaar zit. Maar hij kon luisteren. En dat is iets wat je heel vaak eigenlijk niet ziet in hulpverleners. Hey, dat is mooi. Want dat is eigenlijk mijn laatste vraag aan jullie. En die heb je dan nu eigenlijk al beantwoord. Wout. Namelijk... Ben je mensen tegengekomen in deze zoektocht die het goede deden? Ja, en meegebogen, En wat was dan dat goede? Jij zegt, erken dat je het niet weet, luisteren en gewoon dingen gaan proberen. En positiviteit, gewoon niet bezig zijn met dat het niet lukt, maar bezig met wat kan er wel en gewoon dingen doen. Mooi. Ja, absoluut. Concentreren op wat je wel kan, wat er wel goed gaat. Dat heeft mij uiteindelijk het meest geholpen. Wat kan je eigenlijk heel goed? Los van hier zitten. Wat heb je ontdekt over jezelf? Waarvoor je zegt, nou, dat vind ik echt van mezelf, als ik eerlijk ben, gewoon echt fantastisch. Oh, jeetje, wat een vraag. Eigenlijk een heleboel. Ja, heel goed. Ja, heel goed antwoord. Ja, dat was denk ik voor mij gewoon het... Ik kan eigenlijk best wel veel, alleen niet wat... De mensen van me willen dat ik kan, maar ik ben er blij mee met wat ik kan. Nou, fantastisch. Dat is okay. Geweldig. Well done. Goed gezegd. En wie ben je tegengekomen die het wel het goede deed en wat was dan het goede? Het luisteren vooral naar Dustin en ook naar ons uiteraard. En hem de rust en de tijd geven als hij wel boos was. Dus ja, hij is echt een heel ander mens geworden. Hij is... Door te luisteren. Ruimte te geven, rust te bieden. Ja. Het zijn echt hele diepe menselijke competenties, zeg maar. Dit is wat ons mens maakt. Hè? Het klinkt heel makkelijk eigenlijk, zou je denken. Ja. Maar het schijnt het nog niet te zijn. Nee. Nou, mooi. Dat is een mooie opmaat voor de volgende ronde, denk ik ook. Want dat is wat initiatieven dus doen. En blijkbaar... Nee, mooi. Moeilijk te vinden is. Nou, ik wil jullie bedanken voor jullie ongelooflijk dappere verhalen. En dat je dat met ons wilde delen. Dank. En ik wens jullie gewoon namens iedereen hier gewoon heel veel plezier in de zoektocht naar hoe de komende decennium eruit gaat zien. Want dat klinkt veelbelovend. Dank jullie wel voor jullie verhalen. En we gaan nu een tafelwissel doen. En dat doen we proberen we dan met een filmpje. Soms lukt dat, soms niet. Maar we gaan nu naar een van de initiatieven uit het initiatievencollectief kijken. INISO. En daar komt een video van. En dan gaan we de tafel wisselen. INISO. INISO is een kleinschalig bouwinitiatief. Waar 11 jongens wonen tussen de 13 en 24 jaar. Alle eigenlijk met autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. Waarvoor we ook een hartstikke goed team hebben neergezet. Met gespecialiseerde mensen met veel ervaring en veel expertise voor wat betreft dat moeilijke gedrag. We kijken voornamelijk met de cliënt zelf van waar de interesses liggen en wat ze leuk vinden en
wat hun vaardigheden zijn. En dan gaan we kijken of we zeg maar, die zorg rondom die cliënt kunnen vormgeven. Of het nou een dagbesteding is of een onderwijs, ja, dat ligt dan een beetje aan de cliënt. Maar we vinden het vooral belangrijk dat we een goede dag met elkaar hebben. Er is een grote groep jongeren die vanwege hun autisme vastlopen in hun problemen. Daarom zijn we 2 jaar geleden in ISO gestart. Destijds boden we aan 2 cliënten ambulante zorg thuis. En deze 2 jongens zijn mee verhuisd naar onze locatie in Stoenberg. Een van de jongens die nog steeds bij ons woont is Otto Segers. Otto, wat heb je in ISO allemaal geleerd? Nou, ten eerste voor mezelf opkomen. Ten tweede confrontatie aangaan met medewoners en ook gewoon maar allemaal ja, huishoudelijke taken. En ook gewoon maar problemen oplossen in plaats van een beetje van weg te rennen. Het is wel echt een goede plek en wat je er allemaal leert, echt gewoon goed voor je opvoeding, echt goed voor je toekomst en helemaal tip-top in orde. Ja, ik vind het een hele fijne werkplek, zeker ook omdat er heel veel vrijheid is om samen met de jongens een plan op te zetten, dus om samen tot activiteiten te komen. En dat zorgt er soms ook wel eens voor dat jongens niet heel goed weten wat ze eigenlijk zelf willen en wat hun talenten zijn. Maar heel vaak kom je ook juist met dat soort jongens tot hele leuke activiteiten. Door ze ook eens inderdaad in het diepe te gooien en ze te laten ervaren hoe je met een boor kan werken. Hoe je, als je een paar planken op een mooie manier uitzaagt, samen een vogelhuisje kan maken. Ja. Niets mis met kennis over een boor. Dat is belangrijk. We gaan de tweede ronde in en die gaat over het initiatievencollectief. En hier aanwezig zijn 3 betrokkenen, soms directeur, managers van die 3 initiatieven. Hielke Homan de Boer, manager van ISO, waar we net het filmpje van zagen. Nasja Marije Jumelet van praktijk De Ezelsbrug uit Zeerijp. Ja, en tegenover jou zit Audrey Meder Sahupala. En zij is de eigenaar van ACIC, wat net ook al even werd genoemd als plek. Hartelijk welkom allemaal. Geef ze even een groot applaus aan tafel. We zagen net al even iets over INISO, hè, Hielke. Wat jullie doen, maar welke lacune vullen jullie nou eigenlijk op? Nou, voornamelijk de lacune van de jongeren die thuis zijn komen te zitten. Hoeveel kinderen zitten er? Of jongeren? Nou, op onze dagbestedingsplek hebben we plek voor 24 jongeren. Op een dag. Daarnaast nog wat 1-op-1 begeleiding. Dus op een dag kunnen er zo'n 30 jongeren rondlopen. Ja. En het zijn jongeren die thuis zijn komen te zitten. Dus niet meer op speciaal onderwijs een plek hadden. En dus gewoon echt thuis kwamen te zitten. Daarmee geïsoleerd van alles. En meestal niet happy. Nee, als ze komen, als ze beginnen bij jullie. Nou ja, ook thuis al niet happy natuurlijk. Nee. En eigenlijk hebben ze een hele reeks aan ellende al achter de rug. En komen uiteindelijk bij ons terecht. Ja. En hoorden we net al dat de ruimte en tijd en rust en landingstijd, die je zelf mag invullen hoe dat is. Hoe doen jullie dat? Ja, ook. Ja. Ook dat. Ja. Ja, jongeren komen bij ons en wij nemen echt ruim de tijd om hen te leren kennen. Maar wij moeten hen leren kennen, maar zij moeten ons ook leren kennen. Ja. En dat gaat niet in een week, dat gaat niet in 2 weken, daar gaat gewoon tijd overheen. En in de eerste 3 maanden doen we ook nog niet zo heel veel, behalve elkaar leren kennen. En pas na die 3 maanden gaan we bedenken van, waar ben je aan toe? Ja. En in welke leeftijd hebben de jongeren bij jullie, de kinderen hier van bij jullie? We hebben niet echt een vaste ondergrens, nee. Maar op dit moment hanteren we een beetje 10 tot 18. Ja, maar als er precies, dat is niet een in beton gegoten grens. Nee. Nee. Maar we zien wel dat, in ieder geval bij ons, dat het moment dat kinderen van het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs, die overgang. Het middelbaar onderwijs. Ja, sorry. Ja. Dat echt een scharnierpunt is waar veel mis kan gaan.
Ja, en dat ook dat middelbare scholen dan ook niet altijd even happig zijn op het aannemen van de jongeren. En dat ouders dan ook echt met handen in het haar zitten van ja, wat moet er nou? Ja. Dan worden die kinderen geweigerd bij die, of tenminste zijn mensen, worden ze niet enthousiast ontvangen bij die middelbare school. Dat is wat je zegt. Oké, okay. Interessant. Marije, wat doet de Ezelsbrug? Ja, wij bieden ook eigenlijk plek aan kinderen die eigenlijk geen passende plek hebben. Hè, dus of ze zitten thuis al enige tijd, of ze dreigen thuis te komen zitten. Of ze gaan wel naar school, maar hebben eigenlijk gewoon nog... kunnen het gewoon niet alle dagen naar school. Dus dan... Dan gaan ze die andere dagen naar de Ezelsbrug. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja. Soort hybride model. Ja, hè, dus dan werk je gewoon... Wij werken heel nauw samen met de school van inschrijving. En wij zijn eigenlijk ook begonnen vanuit die insteek. Dus eigenlijk vanuit de onderwijskant zijn wij, is dit op ons pad gekomen. En, een soort van, er zijn een aantal kinderen die niet helemaal de hele schoolcarrière elke dag naar die school kan gaan. Laten we eens daar wat voor bedenken. Zo is de Ezelsbrug ontstaan. Ja, nou, in principe komen wij vanuit een huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching. En eigenlijk kwamen er steeds meer jongeren bij ons die werden aangemeld omdat zij wel graag wilden leren. Maar het lukte niet op hun eigen, op hun school van inschrijving, maar ook of ze kwamen helemaal thuis te zitten. En eigenlijk zijn we er zo ingerold. Dus ik denk dat bij ons is... het onderwijs is wel een deel, een belangrijk deel van onze setting. Ja. Maar wij bieden daarnaast... wij spelen eigenlijk schooltje. Ja. Ja, heel laagdrempelig. En dan kijken we echt naar het kind, wat het kind nodig heeft om tot leren te komen. En het kan ook zijn dat wij helemaal geen onderwijs doen. Maar er zijn veel kinderen die bij ons komen en zeggen, wij gaan naar school. Ja. Ja, dan gaan ze naar ons. Ja, ja. Nee, natuurlijk. En dan speel je schooltje. Je zit hier ook een lokaal, inderdaad. Er zit geen kind. Ja, er zit nu geen kind, nee. Die zitten thuis. Je ziet wel de paarden op de achtergrond. Ja. En de paarden zijn ook een belangrijk onderdeel van onze dagstructuur. En dit is dan een klaslokaal, een groepslokaaltje. Er zitten max 6 kindertjes en dan zit er 1 zorgdocent op. En daarnaast is er dan 1 altijd daarbuiten. Dus je mag altijd de groep uit. Even met de paarden spelen. Ja, of in de moestuin, of we maken ook muziek. En wat jij ook zei, van er is van alles omheen. We bieden echt dat wat nodig is. Hè. Dat kan van alles zijn. Oh man, wat zou ik dat veel kinderen gunnen. ja, mooi. Dus schooltje spelen, je mag altijd weg, veel andere dingen. Ja. En hybride is ook een optie. Ja. 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 Wat doet SCIC Autry? Ik wou zeggen, wat doen we niet? Maar ja, precies. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Gewoon wat nodig is. Ja, veel hetzelfde. Ja. Het is begonnen rondom mijn zoon, die inmiddels bijna 25 is. Omdat ik zag dat ik een heel slim kind heb, wat nergens terecht kon. En ik ben niet dat gaan doen wat de vorige moeder is gaan doen. En 10 jaar een leidend Ik dacht, ik ga het zelf doen. Want ik wist al hoe het eruit zag, de wereld. Dus ik dacht, dat ging ik niet doen. Dus we hebben het zelf gedaan en uiteindelijk het ACIC opgericht. Schooltje gaan spelen, omdat hij op een gegeven moment zei, ik wil naar school. Ja. En ik heb een heel slim kind, maar ook nog heel jong op een bepaalde manier. Ik dacht, ja, dan gaan we school nadoen. Want wat is school? School is vooral een plek waar je vakken kunt leren, maar vooral een plek waar je levenslessen krijgt. Waar je leert rekening houden met de groep, met de ander. En dat zijn wij gaan doen in een kleine setting. Ja. Begonnen ooit met 2 kinderen, mijn zoon en nog 1. En we hebben nu 7 groepjes van kinderen vanaf 4 jaar tot en met jongvolwassenen rond 25. Ja. En zolang het nodig is. Allemaal vanuit alleen maar kijken naar ontwikkeling. Alleen maar kijken naar sky is the limit. We gaan ervoor. En wat Wouter net zei, rust. Dat is absoluut. En niet iedereen wil rust. Dat is mijn kantoor, die serk. Zie je dat? Wat een straf, hè? Zo.
Wat heb jij een zwaar leven? Dat is echt gênant. Dit. Ja, dit is best gênant. Je had het niet hoeven helemaal zeggen. Niet, oh, helemaal niet. Maar even, je was iets belangrijks aan het zeggen. Namelijk, je zei, er werd net heel veel gezegd, omdat Wouter zei, rust was belangrijk voor hem. Je zei, sommige kinderen hebben juist geen rust nodig. Sommigen denken, ik wil meteen aan de slag. Nou, ja. En dat kan ook. Waar en dat moet ook kunnen. Aansluiten en, ja. En luisteren inderdaad en aansluiten. Ja. En vooral, mijn team wordt daar denk ik wel heel goed in begeleid. Geen hulpverlener zijn. Mijn team, alles wat voelt of riekt naar hulpverlener, dat wordt door mij de kop afgehakt. Nou, eventjes. Maar nee, met je wat handen. Is wat met is je handen. Ja, wat is hulpverlener? Wat is dat? Dat er bijvoorbeeld in een plan staat, moeder vindt dit in plaats van zijn moeder of haar moeder. Of moeder, vader, ja. Ouders. Ja. Dat is hulpverleners taal al. Hulpverlener is, jij hebt hulp nodig en ik ga hier zitten en ik ga dat wel doen. Dan voel je meteen de ongelijkheid al. Ja. En dan ben je observatie. Ja. Moeder ja. Erkent ja. Hulpverleners ja. Advies niet. Ja. 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 Bijvoorbeeld. Ja, heel goed. Je zegt hulpverleners worden de nek omgedraaid. Of wordt in ieder geval. Nee, ja, dat is allemaal veel te plastisch. Maar bij wijze van spreken dan. Hè. Dat is de enige die nog leeft. Ja. We hebben hier net drie ervaringen vanuit het perspectief van de jongere en de ouder. Ouder gezien. En nu hebben we jullie aan tafel. Drie initiatieven. Maar ik zei, we kijken vanuit. Met andere ogen vanuit de blik nu van de thuiszitter, maar ook vanuit het blik van het initiatief die daar een antwoord op formuleert. En wat is dan, wat is de meerwaarde van onderdeel zijn van een collectief? Nou, het is soms best wel heel hard werken. Ja? Ja, omdat het gaat echt niet vanzelf. Wij zijn eigenlijk altijd bezig om te kijken van hoe dan wel. En bij ons gaat het niet om, het gaat niet of het lukt niet. Wij kijken altijd hoe dan wel. Ja. Maar we hebben wel partijen nodig om dat ook voor elkaar te krijgen. En die meerdere routes. Welke partijen heb je nodig? Gemeentes, samenwerkingsverbanden, school van inschrijving, oftewel stamscholen. Dat zijn ja, partijen waar je, ja. waar je mee moet samenwerken. Ja, het is best hard werken. Daarom is het fijn om met initiatieven samen te zijn, een collectief te zijn waar je ervaringen daarover kan uitwisselen. Hoe dat slimmer, ja. anders, beter kan. Wat nog meer? Wat is nog meer de meerwaarde? Wat halen jullie daar? Of wat brengen jullie daar? Nou, het is gewoon fijn dat je ook met elkaar in gesprek kan. Maar ook dat je kan sparren met elkaar. Want het is toch altijd... Hè, ik hoor al 4 jaar van ja, het is wel grijs gebied. Hè, maar uiteindelijk zijn we al 4 jaar met een wie zegt dat? Het nou, is wel grijs vanuit gebied? Bijvoorbeeld de gemeente. Maar is het dan zorg of is het dan onderwijs? Ja, hè, ja. Oh, onderwijs? Ja, daar weet ik niks van. Onderwijs doen we niet. Nee, precies. Oh, heerlijk. Hè, dit moeten we even doen. Want we hebben dus, dit is de 10e dialoog. Hè? En ik weet niet of jullie er een paar hebben gezien. Zien of de mensen thuis. Maar we hebben al best wel veel. Dus dit is heerlijk als ik dit hoor. Denk ik al herkenbaar ten eerste. Ja, ja. Dus hoe is jullie relatie dan? We zeggen van met andere ogen is het programma gestart vanuit het verlangen om de ontwikkelkansen van kinderen centraal te zetten. Waarbij jeugd, zorg en onderwijs elkaar beter vinden. Die zeggen al, nou ja, je krijgt meteen te horen, waar ben je? En oh, ik weet niks van het onderwerp. Hoe gaat de samenwerking met jullie initiatieven en zorg en onderwijs? Nou, je hebt elkaar nodig. Ja. Dus wij zijn, moet samenwerken. Ja, dus ik ben continu bezig met wel die verbinding te zoeken. Ja. En waarom heb je ze nodig? Omdat er ook gefinancierd moet worden. Voor het geld ja, is er nodig. Onder andere, maar ook in het samen optrekken naar... Precies. Hoe dan? Hoe dan? Ja. Ja. Ook als kennisbron, als ja. meewerkende personen, als instituties die ja. ook iets kunnen brengen in het leven van... Een voorbeeld daarvan is dat we jongeren hebben die een ontzegging, tijdelijke ontzegging hebben van leerplicht. Je hoeft even niet naar school, ja, formeel. Maar hebben wel de wens om weer terug te keren naar onderwijs. Precies. Ze staan nergens meer ingeschreven. Ze zijn bij ons overdag. Ja. Maar willen eigenlijk gewoon weer terug naar school. Maar hoe gaan we ja, in één keer weer inschrijven op school en 5 dagen weer naar school? Dat is een enorme stap. Ja. Dus ik ben al aan het zoeken naar, ja.
nou ja, welk drempeltje kun je nemen? Hoe kun je die stap nou minder groot maken? Ja. En dat moet je samen doen dat met... Dat moet je samen doen met nou ja, of een samenwerksverband, of een stamschool. Ja. Ja. Ik denk dat Sidekick wat zeggen. Nou, ja. Altijd, hoef je echt geen toestemming voor te vragen. Oh, gelukkig. Maar ik zie bij heel veel van die initiatieven dat zij inderdaad heel erg aan het zoeken zijn. Nou, jij gaf net die omschrijving van Mao, hè, van de samenwerking. En eigenlijk zie ik, als ik dan een beetje van afstand kijk, dat deze initiatieven heel moeilijk aan tafel komen. En als ze aan tafel komen, komen ze aan tafel rondom wat ik dan noem NS1. Dus telkens rondom één kind moeten zij heel veel moeite doen om die verbindingen te leggen. Mm-hmm. En dan zijn ze niet alleen met dat kind bezig, maar ook met de erkenning dat wat zij aan het doen zijn, dat ertoe doet. En ik denk dat ook wel een van de essenties van het initiatievencollectief is, die ontmoeting daarin met elkaar van, hey, dat hebben jullie ook, maar ook wel de ambitie samen en het vuur en de passie en de diepe wens om ook als partij een bepaalde vorm van erkenning, dus niet alleen geld, maar ook erkenning, dat er een wil is tot samenwerken. Want dat en ook dat zichtbaar is, hè, dat er dus dat je die verbinding krijgt, maar ook dat je dat je voelt dat het ook niet alleen bij ons in Zee Rijpen is, maar dat het gewoon landelijk is. Dat is eigenlijk wat we net in het voorgesprek hoorden. Van zo'n jongere komt op een plek en dan is er herkenning en dan ben je niet de enige. Maar hebben wij ook, hè? Zo precies. Van die motorrijders die elkaar zwaaien. Ja, hey. Ja. Oh ja, ja. Ja, heel. En het is interessant, je zegt, ze moeten steeds hun plek bevechten op NS1, op dat die ene geval. Hè, terwijl je zou kunnen zeggen, wat ik eigenlijk hier hoor in dit gesprek ook weer, is dat als je werkelijk als samenleving ontwikkelingskansen van jongeren centraal wil zetten, als je werkelijk gelooft in de notie van zoeken tot het passend is, mm-hmm. en dat hebben we dan in passend onderwijs, maar dat geldt natuurlijk ook voor zorg, passend, dan zijn jullie eigenlijk een noodzakelijke speler om de creatieve oplossingen te vinden, om passend iets passends te vinden, wat dat dan ook is, want dat is dus per kind iets anders. Ja, maar wat ik ook wel wat ik er persoonlijk ook uithaal, is de gezamenlijke taal die we op een gegeven moment hebben en de beeldtaal en wat Welmoed ook doet. En inmiddels zijn we dat in onze plannen ook gaan doen. Ik denk dat is veel handiger, zo'n tekeningetje, in plaats van al die tekst. En, doen we. Maar wat ik ook heel... Ja. En ik heb erover na zitten denken. Ja. Het is ook heel kwetsbaar om zo'n initiatief te zijn. En je voelt je minder kwetsbaar als je kunt verbinden. Ja, je staat meer alleen. Ja. Ja. En waaruit die kwetsbaarheid zich in? Want je bent schooltje gaan spelen voor je kind. Je kind wilde toch weer naar school. Het huidige aanbod wat er was niet geschikt. Toen niet. Dus inmiddels heeft hij fantastische dingen gedaan. Ja, yeah, sure. Ja, ja. Top ja. Ja, ik ben gewoon naar die scholen gegaan. Ik zeg, kijk eens. Ja. En mag ik heb even gaan showen? Ik heb gevraagd aan de school. Dat hij kan leren, weet ik wel. Maar mag hij bij jullie sociale levenslessen komen halen? Nou, dan, dat is een heel ander verhaal. Oh, ja, waarom niet eigenlijk? Ja. En toen is hij binnengekomen. Nou, ze hebben geen spijt gehad. En hij ook niet. En hij heeft een fantastische ervaring gehad. Maar ik ben heel erg voorstander. En er zit iemand hier in de zaal, die weet dat ook. Ja, ik weet nog goed dat hij voor een intake kwam. En het eerste een van de eerste dingen die ik zei tegen hem was, jij moet naar een reguliere school. En toen keek hij zijn moeder aan. Toen zei hij, zie je wel. En het is ook gebeurd. Maar niet meteen de volgende dag. Er moeten wel dingen gebeuren. Ik zeg het niet tegen ieder kind, hoor. Ik ben ook niet tegen speciaal onderwijs. Maar ik zie wij zeggen de jongeren met autisme, niet jongeren met autisme, kinderen, jongeren, volwassenen. Dan noemen we de denkers. Dan moet je wel het onderwijs gaan aanbieden wat past bij een denker met denkkracht. Hè? En niet gaan zitten aanleren. Ze willen zelf uitdenken. En daar gaat het veel mis in het onderwijs bij autisme. En dan krijg je iets top-down krijg je aangereikt, terwijl het van binnenuit moet gaan ontstaan. En als je die hersenen aanzet, dan is alles mogelijk. Jij zegt, en lukt het je ondertussen om dat gesprek ook met die reguliere scholen te hebben? Ja. Kijk, dit kind heeft nu een paar jaar bij ons gezeten. Hij is weer aan. Ja. Maar het moet wel op een bepaalde manier. Lukt dat dan? Het lukt. En dat is wel wat Mariette zegt.
per kind, per school. We werken ook nog eens een keer boven regionaal. Dus je hebt niet één samenwerkingsverband. Dus het is elke keer. En ik vraag meestal aan de jongeren zelf. Of aan de ouders als die jongeren er niet bij zit. Heeft je kind vriendjes, vriendinnen? Op welke school zitten die? Daar gaan we mee praten. Ja, dat is echt heel belangrijk namelijk. Ja, zeker. Sowieso voor pubers is het belangrijkste bron van kennis is natuurlijk wat doen mijn peers, wat doen mijn vriendjes. Ja, ja, precies. Hey, en als we nou vanuit die blik van jullie kijken naar de ontwikkelkansen van kinderen, wat zou je dan willen meegeven aan beleidsmakers die hierover aan het nadenken, aan samenwerkersverbanden? Wat zijn jullie grootste inzichten? Wat hebben jullie nou eigenlijk te pakken met elkaar? Luisteren is eigenlijk wat de vorige was. Ja, heel goed. Luister naar dat kind. Luisteren. Okay. Ja. En naar de ouders ook. Mm-hmm. Ja, ik denk ook, vooral de ouders worden vaak vergeten. Ja. En ik denk dat zijn de mensen die het beste weten wat hun kind. Hè, wordt toch vaak, ja, maar jij, je moet je kind strenger aanpakken. Hè? Die moet gewoon naar school. Ja, hup. Maar dat is het niet. Hè. Er wordt vaak vergeten om goed naar ouders te luisteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook dat je het hele kindsysteem moet. Wat is het kindsysteem? Dat klinkt als hulpverlenerstaal. Nou ja, alles. Ja. Ik heb het ook niet gezegd. Nee. Ik zit hier de hele tijd. Ik moet natuurlijk uitkijken. Ja, 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 ja. Wat is het kindsysteem? Nou ja, gewoon alles wat om het kind heen is. Die pijlen moeten wel op groen. Ja. Dus je moet wel iedereen de ouders. Het is niet alleen dat kind, maar er zit al een heel systeem omheen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je naar elkaar kan luisteren, maar ook dat je elkaar ziet. Ja. Want vaak is het ook nog zo, niet altijd, maar het is wel eens zo geweest, dat je dan een casusmanager spreekt vanuit de gemeente en dan blijkt het hele kind dat nog helemaal niet gezien is. Maar dan denk ik, maar hoe kun je daar nou... Ja, en ik vind het ook familiesysteem, noem ik het dan wel. Ja, en, of het netwerk, ook. Maar wat ik wel vind, wat ik zo schadelijk vind, hier heb je een kind. Daar is iets mee. Mm-hmm. Ja. Ik zeg, wat zit er allemaal omheen? Want het is niet alleen het kind waar iets mee. Nee, dat werd heel goed. Ik weet niet meer welke dialoog, want er zijn er net te veel geweest om het allemaal precies nog te weten. Maar iemand had al een psychiater had er een mooie metafoor voor. Die zei, als je een plant ziet staan en die krijgt dorre blaadjes, dan is het eerste wat je denkt is, heeft die genoeg licht? Ja. Hebben we hem wel, heeft hij water gekregen? Mm-hmm. Dan begin je niet met, wat is er mis met de plant? Mm-hmm. Je gaat je afvragen, welke context hebben we eigenlijk geboden? Ja. Dat maakt dat die plant niet het natuurlijke werk doet, namelijk floreren. Precies. En wat we bij kinderen doen, is we beginnen meteen, wat is er met die plant? Wat is er met dat kind? Ja. Hij heeft gele blaadjes. Er is vast iets mis met die plant. Ja. En niemand kijkt naar, heeft hij genoeg water? Ja. Is de context zoals die is? Dus dat was een mooie metafoor, vond ik, om uit te leggen wat jullie nu zeggen. Dat is me bijgebleven in ieder geval. Ja, en ik denk dat helpt, ook soms als hulpverlener of als ouder, om dat soort metaforen op je netvlies te hebben. En nog een andere metafoor is, ik zeg wel eens ook tegen jongeren zelf of tegen wie dan ook, die naar mij wil luisteren. Je hebt zo'n doosje met zo'n schijf. En daar zitten vormpjes in, openingen. Hè? Zo'n cirkel en een vierkantje en een driehoekje. Nou, en dan ben je nog geen 1 jaar. Dan ga je die dingetjes erin doen. En dan denk je, en dan zeg ik tegen, laatst nog tegen jongeren. Ja, jij bent je stervorm. Zit er niet in. Ja. Wat moeten we nu? Ja. Duwen? Ja. Nou. En dan kan het systeem wel zeggen, ja, nee, sorry, daar kunnen wij maar niet. Maar er is wel een schuifje. Hij kan toch ook open? Dat denk ik dan. Ja. Ja. Deksel eraf. Ja, deksel eraf dan maar, denk ik. En dan gaan kijken wat er wel kan. Wat is het belangrijkste inzicht wat jij zou willen delen met wat er nodig is om, aan al die mensen die op zoek zijn vanuit de verlangen naar dat die ontwikkelkansen serieuzer genomen moeten worden, dat ieder kind er recht op heeft? Nou, ik denk dat het ook belangrijk is om dat men weet dat het er is. Ja. Hoe vaak ik ouders heb die dan bij me komen en die ik laat zien wat we doen en hoe we het doen. Dat ze echt zeggen, had ik dit maar eerder geweten. Had ik dit 10 jaar eerder geweten. Ja. Ja, er is voor de initiatieven, het zijn er 120, had jij nu op het netvlies? Nou, er zijn er meer, maar er staan er al 120 in ieder geval op de lijst op regelhulp. Maar er zijn er zeker meer. Als ik dan nog even aan mag sluiten, denk ik van, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat
er gezien wordt de professionaliteit van die initiatieven. Want het is... Het wordt heel vaak, initiatief is misschien een raar woord. En zeker omdat het door ouders is opgericht, wordt heel, of sommigen, hè, niet allemaal, wordt heel vaak gedacht, oh, dat is niet zo professioneel. Terwijl wat ik tegenkom en tegengekomen ben, is juist ontzettend professioneel. Ja. Alleen, dus, daar geldt weer hetzelfde. Volgens welke standaard? Ze hebben geen BRIN-nummer, ze hebben niet dit, ze hebben niet dat. En daar denk ik ook dat we een oplossing voor moeten vinden. Ja, in de vorige bijeenkomsten werd er ook gezegd, kunnen we de definitie van wat een school is ook eens ter discussie gaan stellen? Hè? Of wat is leren, wat is onderwijs en wat is school? En die uit elkaar halen om wat analytischer met elkaar te kunnen praten. Waar hebben we het nou precies over? Precies. Hebben we het over de stenen en je serre? Of hebben we het over het programma, het curriculum en wat we dan allemaal erdoorheen pompen met die sterretjes en die rondjes? Of hebben we het over het kind centraal, kijken wat het nodig heeft, wat het wil doen om te ontwikkelen en dat leren. Dus daar is precisie op nodig. En jij zegt, die professionaliteit die wordt eigenlijk heel erg geboden door deze initiatieven. En ga daar eens kijken, onderwijs en zorgers. Want misschien krijg je wel handvatten om het beter en anders te doen. Ja. En er zijn om elkaar aan te sluiten. Ja. En er zijn bijvoorbeeld dan de proeftuinen zijn er geweest. Daar hebben jullie in ieder geval aan meegedaan. Hè? Ja, maar nu is er, en jullie ook, maar nu is er een vervolg. En dat kan dan weer alleen maar vanuit scholen. En dan denk ik, hoe kan het nou? Je hebt proeftuinen? Hoe dan? Waarom mogen ze dan niet? Je hebt gezien de... De proeftuinen waren om te proeven, hè? En je moet altijd afvragen, waarom heet het een proeftuin en wie proeft dan? Ja. En het was natuurlijk het ministerie die ging proeven. Ja. Want die initiatieven waren er al en die blijven er ook. En die gingen leren. Dus dat is interessant. Je moet eigenlijk aan het ministerie vragen. Hebben we ook gedaan trouwens. Kunt u vorige uitzending terugkijken. Ja. Wat hebben jullie daarvan geleerd? Ja. Want jullie hebben daar geproefd hoe het anders kan in de wereld. Ja. Maar het is gezegd, Mariette. Ja, als waar zo nieuws. Kijk, zie de schoonheid en de noodzaak van dit soort initiatieven. Dus voor sommige kinderen is dit de route. Ja. En niet een tijdelijke andere route. En soms een half-half. Soms is het een tijdelijke plek waar je weer terugstroomt naar regulier, als dat al bestaat. Maar soms is het ook gewoon de route. En laat dat staan en zorg ervoor dat ze... En dan kom je inderdaad wel op wat Wouter ook aangaf. En op een gegeven moment ben je 19, wil je door. Ja. En heb je niet die vooropleiding die je nodig hebt om weer door te kunnen. Ja, en moeten we iets mee? Absoluut. Ja, dus we hebben al vaker natuurlijk de knip tussen lager basisonderwijs en middelbaar onderwijs is al benoemd. Maar die geldt natuurlijk ook voor die andere knip die over middelbaar en vervolgonderwijs gaat. Ja, daar moet je iets mee, want als je dus altijd dat ene hoepeltje moet hebben genomen om weer door te mogen, dan heb je eigenlijk weer een moment van uitval. Ja. En jullie zeggen, let daarop, daar moeten we iets mee met elkaar. Ja. Ja. Dank jullie wel dat jullie bestaan. Dat jullie de moeite hebben genomen om dit te trekken, te organiseren, te managen. Ik hoop dat heel veel mensen bij jullie komen kijken. Niet te veel, want het moet wel rust en reinheid en recht. Ja. Maar dat jullie serieus genomen worden als een deel van het antwoord om met elkaar jongeren de kans te geven om te worden wie ze kunnen worden. Dank jullie wel. Graag gedaan. Goed, dan gaan we nu weer een wissel doen en we beginnen dan met een video van eigen wijsheid. Een duurzaam netwerk van thuiszitters. Niet alleen praten over, maar praten met. Oh help, iedere dag is er één te veel. Dan is te weinig respect naar kinderen toe. Dan zijn we niet aan het luisteren. Ik denk dat elke leerling graag zijn verhaal wil delen. De meningen van jongeren worden niet serieus genomen. Dus we zijn gewoon niet aan het luisteren. We gaan uit van het gemiddelde en je wordt ook nog eens afgerekend op je slechtste vak. Ja, die combinatie is niet lekker. Het recht op onderwijs. Vroeger zei ik ook altijd al van dat ik op mijn eigen wijsheid moest vertrouwen. Maar er zijn ook dus zoveel duizenden en duizenden jongeren die we maar eigenlijk een beetje laten bungelen. Het is meer dan alleen maar niet onderwijs hebben. Het doet ook persoonlijk veel met je. De dingen die wij meegemaakt hebben, die gunnen wij niemand anders. Dat
willen we niemand dat meemaakt. Er is dan niemand meer verantwoordelijk voor het onderwijs van deze leerling. Wat heb jij nodig? Ja. En luister daarna. Het doet vaak ook aan jezelf twijfelen van, ligt het niet aan mij? Op dit moment is school niet altijd een veilige plek voor zowel leerlingen als docenten. School hoort natuurlijk een veilige plek te zijn, maar op een gegeven moment ook door die dreigingen voel je je niet meer veilig op school. Er kan op deze manier verdiend worden aan zorgleerlingen. We gaan in Nederland heel snel uit van het gemiddelde, van de middenmoot. Dit werkt bij de meeste leerlingen, dus het zou bij jou ook wel werken. Vroeger heb ik altijd te horen gekregen van jij bent alleen, jij bent het probleem. En nu zie je maar weer dat wij met z'n allen zijn. En wij gaan dit met z'n allen doen. De oplossing valt heel vaak gewoon niet binnen de regels te vinden. Onderwijs te creëren waarbij elke leerling op een plek komt waar ze kunnen ontwikkelen, kunnen ontplooien en kunnen groeien tot het individu die zij willen zijn. Hè. Want dit doen we allemaal samen, wij allemaal. Maatregelen als het leerrecht en het breed hoorrecht. Zodat toekomstige generaties hier geen last van zullen hebben. Jullie hebben 11 punten opgesteld en die zijn heel belangrijk. Dit is slechts een begin, dit zijn 11 hele concrete stappen om het probleem bij de wortels aan te pakken. Ja, daar was prinses Laurentien. Leuke gespreksleider is dat, toch? Ja. Zat hij aan tafel? Ja. Ja, leuk. Maar wij zijn intussen al weg bij nummer 5. Ja. Gaan we straks wat langer afpraten. Dat is ook even een correctie, want u zei net dat we deel zijn van het LAX. We zijn door nummer 5 Foundation en het LAX geholpen bij het oprichten. Maar verder staan wij inderdaad totaal op eigen benen. Op eigen benen. Op eigen benen. Goed zo. Advies, hoe kan het ook anders als je naam is eigen wijsheid? Dan sta je natuurlijk op eigen benen. Voordat je iets gaat zeggen, wil ik jullie graag even voorstellen. Aan mijn linkerhand zit Niels Alkema. Hij zat ook al in de film. Johanna van Erf zit naast hem. Tegenover hem zit Joël Smit. En naast Joël zit Elise Smit. Geef ze een groot applaus. De jongeren van de adviesraad, eigen wijsheid. Wat is eigen wijsheid? Je eigen wijsheid. Heel simpel. Goed. Wat doe je als je eigen wijsheid hebt opgericht? Wat doe je dan? Wat doe je als je het hebt opgericht? Eigenlijk hetzelfde wat je daarvoor wel doet. Je gebruikt het, maar ietsje groter. Je gebruikt het om de wereld wat beter te maken voor jongeren. En in het bijzonder thuiszittende jongeren. En dat is gelijk een ding voor iedereen hier. Noem het geen thuiszitters, maar noem het thuiszittende jongeren, want we zijn allemaal mens. En je vindt thuiszitten, Je vindt dat je dan de situatie, zeg maar, omdat je daar een zelfstandig naamwoord van maakt, wordt dat eigenlijk het enige. Dus je reduceert iemand alleen maar tot de plek waar die toevallig gewoon af en toe zit. Zo'n abstract iets. Precies. En we zijn jongeren. En je zit ook lang mensen, niet altijd thuis, hè? Dus je zit ook gewoon in de tuin. En, weet je, ik bedoel, dus je hebt gelijk. Je moet gewoon veel zorgvuldiger je woorden kiezen. Heel goed. In ieder geval niet het verzelfstandigen als woord, thuiszitters. Dus als je het al gebruikt, zeg dan thuiszittende jongeren. Of misschien moet je het wel gewoon over hebben over jongeren. Hè? Dus, okay. Hey, en nu hebben jullie, zoals een elftal, een voetbalelftal bestaat uit 11 dingen, hebben jullie een 11-puntenplan gemaakt? Ja. Wat staat erin? Nou, er staan 11 punten om zeg maar, het onderwijs uiteindelijk te verbeteren. En hopen dat er uiteindelijk geen thuiszittende jongeren meer zijn. Er zijn natuurlijk veel meer dingen die er moeten gebeuren. Maar dit zijn 11 punten die wij, althans, we hebben het kunnen terugbrengen, de 11 punten. Wat natuurlijk veel meer. Yeah. Was ook behoorlijk moeilijk. Mm-hmm. Maar ja, ze staan daar inderdaad op het plaatje. Mm-hmm. Ja, dat is niet te lezen hoor voor de mensen thuis nu. Dus wat is het belangrijkste punt? Ja, nou, dat je kan het aan ieder van ons vragen. En iedereen zegt waarschijnlijk wat anders. Ja, wat zeg jij? Ik zeg het hoorrecht. Dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ja. Dat hebben we net natuurlijk ook al een beetje gehoord. Maar jongeren kunnen heel goed zelf vertellen wat ze nodig hebben. En dat moet omgezet worden in een recht. Ja, eigenlijk wel. Want te vaak wordt er gewoon niet geluisterd. Ja. En mag ik daar direct op inhaken? Want Natasha zegt, er wordt te vaak de ouders, die moeten voor jou gehoord worden, maar de ouders, die worden veel meer gehoord dan de jongeren zelf. Sorry, Natasha, dat ik in de tegenaanval ga, maar ja, het moet gezegd worden, je hebt
balans, ouders en onderwijs, maar welke organisatie vertegenwoordigt de jongeren zelf? Je zegt, advies, kijk uit. Laat eigenwijs zijn. En bij mij, mijn belangrijkste punt heel goed. Is punt 6, maatwerk, diploma. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Wat is dat, een maatwerkdiploma? Dat je niet... Je hebt nu 4 profielen, maar in die 4 zit wiskunde Nederlands en Engels standaard. En daar kom je niet onder. Juist. En dus zeg je, eigenlijk is de manier waarop wij nu wat wij hebben geëist, wat algemeen is voor iedereen geldend in die profielen op die middelbare scholen, zeggen jullie, dat maakt dat je de hoepel waar je door moet komen eigenlijk alweer zo klein maakt dat er een deel van onze mensen die wij vertegenwoordigen, de jongeren die wij vertegenwoordigen, daardoor niet door die hoepel komt. Daarom zeg jij dat het belangrijkste punt. Wat is jouw belangrijkste punt, Elise? Ik denk dat alle punten samenhangen met elkaar. Bij elkaar, dat is altijd. Dat is ook een goed manifest. Nee, inderdaad. Ja. Want ik bedoel, net als dat mensen samenwerken, dat is sterker. Maar alles reageert op elkaar. En als ik persoonlijk kijk, dan is het denk ik wel het doorbreken van de taboes over mentale gezondheid. En dan heb ik het niet alleen over jongeren, maar ook over volwassenen, professionals. Iedereen die met elkaar te maken heeft. Spreek erover wat je hebt met elkaar te maken. En dat komt dan denk ik ook weer gewoon uit de persoonlijke ervaring voort. Van docenten die toen ik op school zat, ja, die deden raar. Of die deden gewoon, ja, die gingen, werden in één keer helemaal boos bijvoorbeeld. Achteraf bleek dat die docent een burn-out had. Maar ja, de klas had daar last van. Dus, maar daar wordt niet over gesproken, ook intern op scholen niet. Ja. Dus werk met elkaar samen en spreek erover, dat vooral. Ja, en laten we onszelf veel kwetsbaarder durven op te stellen over te vertellen hoe het werkelijk mentaal of psychisch met je gaat. Ja, het is eerder ook al gezegd inderdaad. En ja, die openheid is het allerbelangrijkste, denk ik. Ja. Want ook weer, dat is mooi aan deze analyse, want het is een soort stapelende analyse, zegt, voor een deel van onze achterban die wij vertegenwoordigen, wordt die hoepel kleiner op het moment dat kinderen, jongeren last hebben van onbenoemde confrontatie met psychische kwetsbaarheid. Of. En je zegt, dat kan gewoon echt heel erg beperkend werken als we dat niet gewoon open met elkaar doen. En waardoor jongeren en kinderen misschien wel niet meer in dat onderwijs of een plek op hun plek zijn. En dus helaas tijdelijk of langer. Docenten en coaches net zo goed. Want precies. Die vallen ook uit. Voilà. Ja, precies. Ja. Die komen ook op thuis. Die worden precies. Ook thuiszitters. Oh nee, ja. Thuiszittende leraren. Dan ga je de ziekte met hen. Ja, maar die hebben daar ook last van. En precies. Daar moet ook over gesproken worden. Ja. Dus. Oké. Okay. Wat is jouw belangrijkste punt uit het manifest? Eigenlijk hetzelfde punt als Elise. Ja. Want ik zie bij mij op school gaat het eigenlijk nu wel een stuk beter. Ja. En daar is best wel wat aandacht voor. Het begin van de dag is even een momentje dat even aan iedereen in de klas wordt gevraagd hoe iedereen erbij zit. Aan het einde van de dag wordt dat even gevraagd. En op het moment dat iemand niet lekker in zijn vel zit, dan is daar ook gewoon tijd en ruimte voor. En dat helpt heel erg. Ja. Wat levert dat op? Dat de leerlingen weer veel beter kunnen functioneren in de klas. En veel beter kunnen leren en zich veel beter in hun vel voelen. Is het zo simpel? Is gewoon eerlijk zijn over hoe je bent opgestaan, hoe je je vandaag voelt. Daar ruimte voor voelen om dat te mogen delen. Daar vertrouwen in hebben dat daar rekening mee gehouden wordt. Dan gaat het al veel beter. Ja, echt wel. Is toch wonderbaarlijk? Ja. Dat sommige dingen zo, kleine interventies kunnen zoveel effect kunnen hebben. Ja, dat krijg ik heel vaak terug van leerlingen. Dat ze ook zeggen van, ik vind... Het was zo fijn om het soms even met de klas te delen, dat even iets minder gaat. Want dan word je gewoon gesteund door de klas. Ja. Hey, wat gaan jullie met dit puntenplan doen? Want je bent dus op je benen gezet door Lax en chapter
of number 5, de stichting van onder andere van de prinses Laurentien. Maar nu zijn jullie op eigen benen, zelfstandig, eigen wijsheid. Wat kunnen we van jullie verwachten? Sowieso gaan we heel vaak in gesprek met allerlei verschillende dingen. Nou, hier een foto van een protestactie. Ja. Was ook een heel bijzonder iets over de gevolgen dan van het niet passende onderwijs. Ja. En want dat wordt soms ook nog eens vergeten, dat alles wat er gebeurt, kunnen echt enorme gevolgen hebben. En dan vergeet je soms dat over jongeren gaan, kinderen gaan. En dan, het is ook belangrijk om daarbij stil te staan. Van hoeveel impact gewoon goed onderwijs en goede zorg heeft op het leven van een jongere. Het werd net al helemaal in het begin gezegd, hè? Dus als een kind dreigt te verzuipen, dan verzuipt een heel systeem. Hè, we hebben vorige keer ouders met tranen in hun ogen gehad. Want als het niet goed gaat met je kind, gaat het niet goed met jou. Gaat het niet goed met het hele gezin. Ja. Dus je zegt, kom dat eens onder ogen met elkaar. Dat dit gaat over, vorige keer werd gezegd, over leven en dood. Ja. Dit gaat over, dit is echt een hele belangrijk onderwerp. En je zegt, dat zullen wij overal, waar wij maar kunnen, op het netvlies proberen te krijgen. Ja. En dan? Verandering. Ja? Verandering. Wat is het? Jullie hebben die 11 punten geschreven, hè? En daar moet best wel veel. Ik vond het nog een heel interessante. Er zitten alle ongelijksoortig zijn ze, hè? Maar ze adresseren eigenlijk allemaal andere mensen, wat ik heel goed vond. Want iedereen moet hier iets mee. Ook, ja, het was ook het puntje uit jouw filmpje dat zorg een verdienmodel is geworden. Ja. Wat is dat? Wat bedoel je daarmee? Dat er nu een heel systeem omheen wordt gebouwd om leerlingen. Op het moment dat een leerling een beetje uitvalt op school, dat er allemaal mensen bij komen. 100 professionals is bij Wouter langs geweest. Ik heb ook heel wat gehad. Hoeveel had jij er? Heb je ze geteld? Nou, ik heb ze niet allemaal geteld, maar ik kom ook wel een beetje in die buurt, denk ik. Ja. En allemaal mensen die er allemaal wat van moeten vinden. En die moeten ook allemaal betaald worden. En daar gaat uiteindelijk heel veel geld eruit. Ja. En ook inschrijvingsscholen. Want in elk geval, dan word je inderdaad ingeschreven. Ja, dat kan je beter zelf doen, denk ik. Ja, ik heb echt jaren thuis gezeten. Maar bij één school, daar zo ben ik volgens mij 4 jaar ingeschreven geweest. En bijna nooit ook maar iets van onderwijs gehad. Maar die hebben wel telkens geld gekregen ervoor. En daar heeft volgens mij uiteindelijk meer dan €40.000 op de plank gelegen. Oh, nog meer. Nou, wat zeg je? Je moet harder praten. Je corrigeert hem op het bedrag. Volgens mij was het 60.000, maar het kan nog meer zijn. Is het, ja, bedoel, dus er wordt daar geld gegeven. Daar kan je heel veel goede dingen mee doen. Ja, precies. Dat, heel veel onderwijs. Daar waar jij heel graag gebruik van willen maken. Ja. Johanna, deze dialoog, hè, daar kijken, weten wij ondertussen ongelooflijk veel professionals die hierover aan het nadenken zijn. Hoe het beter kan tussen onderwijs en zorg. Hoe we ontwikkelingskansen van kinderen centraal kunnen zetten. Je hebt net gezegd, hou op met alleen maar naar die ouders luisteren. Zorg ook echt dat de jongeren aan het woord komt. Je hebt ook gezegd, zorg dat het maatwerk, echt dat ook het diploma, dus het eindstation ook maatwerk is? Het is niet het eindstation. Het is een belangrijk station. Anders staan niet alle wagons even snel zijn. Ja, dan mag je niet toch naar het volgende station. Precies. Of je moet 2 jaar wachten om dan een toelating. Ja, op je 21ste mag je op de hogeschool komen. Lopen niet meter je jongeren vast waarvan wij weten binnen onze adviesraad hebben wij applicaties liggen van mensen die door die 21 plus jegeling net
Ewout, of ik weet niet hoe zijn naam juist wordt. Wat? Wouter Oke, die loopt precies ook tegen datzelfde aan. En als we de maat werken, dan krijgen jongeren perspectief waar ze het ook langer volhouden. Zeker. Ook al functioneert het school. Ja, systeem niet. Voor hun niet. En mag wat, ja. Johan, mag dat wat, want je zei het heel goed, hoor. Want ik samenvat wat het een diploma als een eindseltje voor die bepaalde fase. Hè. Het zei je heel terecht, eindstation, een station. We gaan, de trein gaat hopelijk nog verder. Het punt wat jullie in het puntenplan hebben, is ook namelijk nog iets preciezer. Want dan zeg je mogelijkheden tot het behalen van een maatwerkdiploma. Maar ook het zelf bepalen van je eigen studietempo per vak moet worden uitgebreid. En als dit zo zou zijn, dan zou Wouter niet op tot zijn 21ste moeten hoeven wachten om verder te mogen, om te kijken maar of die ook dat Wouter bijvoorbeeld, Wouter een slecht vak van hem. Ik weet niet wat je slechtste vak is, maar mag laten dat die dat mag op een lager niveau. Ik zeg niet dat het dan niet hoeft, want ja, maar wel op een ja. Snap ik. En mag ik, je wilt ook weten wat het evenwicht is tussen zorg en onderwijs. Wel, ik merk zelf voor mij dat er binnen onderwijs of initiatieven heel erg op de zorgende kant moeten. Terwijl dan als ik gewoon les kan meevolgen, dat dan mijn zorgkant ook minder wordt. Maar het is vaak omgedraaid. Eerst mentaal wel zijn en dan was onderwijs. Precies. Dus maar dat was bij de Ezelsbrug bijvoorbeeld weer niet zo. Hè? Maar jij zegt, let erop op dat als je balans zoekt tussen zorg en onderwijs, dat dat per kind verschilt. En dat er jongeren zijn waarbij het nadruk op onderwijs moet liggen, omdat dan de zorgkant en dat de zorgkant dan wat minder krijgt in plaats van andersom. Want voordat je het weet, word je eigenlijk een zorgroute wordt er veel te veel aandacht aan de zorgkant besteed en te weinig aan dat de jongeren zelf verlangt naar meer onderwijs. Je wilt natuurlijk nooit het gevoel hebben dat je alleen maar stilstaat. Precies. Want dat is het meest verschrikkelijk. Als je geen idee hebt waar je aan toe bent en wat er gaat komen. En dat je alsmaar in datzelfde moment blijft zitten. Ja, nou kan ik nog uren met jullie praten. Hè? Want dit is het voordeel van 10 dialogen doen. Dat ik geweldig vind om te horen wat jullie allemaal, waar jullie staan in het leven en wat jullie vinden. Omdat ik denk dat jullie stemmen heel luid en goed gehoord moeten worden. Maar als laatste vraag, omdat we helaas daar de tijd niet nu voor hebben, wil ik jullie vragen om even met ons te delen hoe het met je gaat. Hè, want je bent dus nu, je bent eigenwijs, dat weten we. Jullie hebben elkaar gevonden en jullie hebben eigenlijk jullie eigen persoonlijke levensverhaal gepolitiseerd. Dat is wat jullie aan het doen zijn. Dat is zo'n manifest maken. En dat voelt heel krachtig. Voel ik heel veel kracht. Voel ik van jullie alle vier. Waar sta je nu? Gaat het goed met je? Of heb je hoe gaat het met je, met je dromen over je ontwikkeling? Of heb je zin in het komende decennium? Ja, zeker. Ik kom vanuit een heel diep dal. Heel lang ook depressies allemaal gehad. Maar nu heb ik eindelijk een school gevonden waar ik wel gewoon gezien word. Welke school?
de eindste klas in Vraneker. Okay. En daar krijg ik gewoon echt de kans om te leren en mezelf te mogen zijn. En er wordt ook echt gekeken naar de leerling, wat een leerling nodig heeft. En dan gaan ze daarop verder voortborduren. En heb je al enig idee op je 30ste hoe jouw leven er dan uitziet? Dan wil ik heel graag het onderwijs in. Toch denk van dat ik toch wel wat weet wat sommige leerlingen nodig zouden hebben. En dat wil ik heel graag bieden. Nou, er wordt dus tegenwoordig al overboden. Hè? Dus als iemand nog helemaal niet zijn opleiding af heeft, wordt er al wel zeg maar een contract aangeboden. Nou, ik wens iedereen veel wijsheid toe om jou in de gaten te houden. Hoe gaat het met jou? Sowieso de vraag hoe gaat het, vind ik altijd eigenlijk een hele leuke. Vooral omdat ik heb gemerkt in het leven dat heel veel mensen er gewoon niet antwoord op geven. Of doei, weet je wel dat. Maar toch blijft het een leuke vraag als je er echt over nadenkt. Hey, hoe gaat het? Ik denk, dat is heel lastig om in één keer te kunnen zeggen. Ik heb een enorme drijfveer, omdat ik gewoon zie hoe belangrijk het is. Ja, om jongeren een stem te geven en naar elkaar te luisteren. En persoonlijk, met mij gaat het goed. Met onze omstandigheden. Hij is mijn broer. Iets minder, want we hebben nog steeds de gevolgen van het falende onderwijssysteem. En die zijn heel verstrekkend. Ik bedoel, we zagen al het protest. En hoeveel jaar zijn we nu bezig? Met wat? Met alle gevolgen van het onderwijs vast. 7 jaar, gok ik. Dus, ja, en dat vreet. En het is een strijd van de lange adem. En die heb ik nog steeds. En daar ben ik heel blij mee. En als jij, kan je vooruitkijken? Zie je iets als je nadenkt over jezelf over een decennium? Heel veel mogelijkheden. Ja? En heel veel samenwerken. Met elkaar, met onze raad, met de jongeren, maar ook met Joël samen. Ja. Want door dit alles zijn we wel heel erg dicht naar elkaar toe gegroeid. Wat leuk. En ja, ook wat geleerd ook hoe we samen kunnen werken, maar ook wat professioneel. Fijn. Dus dat is ook erg leuk. Ja, bijzonder. Ja, sowieso heeft Elisa een boel verteld. Ja, ik ben nu bezig om via de staatsexamens alsnog mijn HAVO-diploma te halen. En? Ja, dat, tot nu toe gaat het goed. Okay. Alleen door omringende omstandigheden en ook toch constant vechten met de gemeente over allerlei dingen. Ja, ook dit jaar gaat het dan, of niet ook dit jaar, maar dit jaar gaat het helaas niet zoals ik had gehoopt. En wie staat er namens jou te vechten? Ikzelf en helemaal mijn ouders. Alleen? Met je ouders en zus? De raad. Ja, en het is natuurlijk, samen sta je sterker. Het is ook de in eigen welke wijsheid. Welke regio woon je? Om even het samenwerkingsverband aan zijn jasje te trekken. Gelderland, ja. Okay. Maar je zegt, verdorie, we zijn aan het strijden met de gemeente, waardoor het niet helemaal gaat zoals we hadden gehoopt dat het zou gaan. Ja, dat is ook op allerlei verschillende manieren, ja. En, maar goed, je zegt, het gaat niet helemaal zoals ik had gehoopt, maar wel goed. Waar sta je over 10 jaar? Nou, dat weet ik niet. Voor hetzelfde geld ben ik dood. Ja, ik weet niet. Nou, gezellig. Ja, kijk, ik haat die vraag. Nee, dat is ik heb geen idee. Nee, mag ook. En ik heb ook geen idee. Dus daar vroeg ik al, kun je überhaupt zover kijken? En ik kan het zelf niet Het is goed, natuurlijk zo. Van op de brugklas had ik nooit gedacht dat ik nu hier zou zitten. Nee. En dat had ik ook natuurlijk niet gehoopt. Nee. En daarom heb ik nooit een antwoord op die vraag. Heel mooi. Je zegt eigenlijk, heeft mijn leven en de ervaringen van mijn leven me geleerd dat eigenlijk... Nou ja, dat het best ingewikkeld is om dat te doen. En misschien is het ook wel niet zo leuk. Je weet natuurlijk nooit. Want ik kan vooruit gaan kijken. En ik kan zeggen wat ik hoop dat gaat gebeuren. Het verleden zegt dat... Ja, snap ik heel goed. Verwachtingen leven, niet hoog. Het leven kan ook echt hele rare wendingen nemen. Voor jou, hoor. Ja. Johanna. Ik ben op dit moment heel erg zoekende. Ook... Ik vecht al heel mijn leven bijna voor een plaats in het onderwijs. Ik heb 11 verschillende scholen op allerlei denkbare niveaus gehad. Dus ik ben op dit moment heel erg... zoekende en van alles en nationaliteit en genter en het onderwijs zeker niet te vergeten. Dus
Het gaat best lastig met mij. Ik wil ook die kant laten horen. Dat is zeer terecht. Want als het allemaal goed zou gaan, dan zouden we niet die hele programma met andere ogen hebben en die dialoog al 10 dialogen hebben. Er moest nog veel werk aan de winkel. En dank dat jullie bestaan met jullie 11-puntenplan. De barricade op, zou ik zeggen. En elkaar vasthouden, want dat geeft de kracht. En dan wens ik jullie heel veel sterkte met jullie zoektocht. En dank dat jullie hier wilden vertellen over jullie initiatief. Dank jullie wel. Geef ze een groot applaus. Ja. En dan hebben we natuurlijk altijd, als ik deze mensen het woord geef, dan heb ik altijd een dilemma. Want ik hang echt aan hun lippen en ik check met jullie. En jullie hangen ook aan hun lippen. Dus Mariette, je mag weer terugkomen. Ik had je natuurlijk een beetje gemist als mijn tafeldame in dit gesprek. Maar we gaan de laatste slot, dus we lopen ietsje uit. Maar ja, zo gaat het dan. Ik wil heel graag vragen aan mijn laatste panel om mij te vergezellen. Orthopedagoog en consultant bij het samenwerksverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Voorzitter van de netwerkgroep Thuiszitters, Regine Looijen. Hartelijk welkom. Waar ben je, Regie? Lisbeth Teijhaar, wethouder bestuurder van Samenwerksverband. Voormalig. Ja, voormalig. Ja, wel belangrijk. Ja, hoe lang al voormalig? Dat is al meer dan 8 jaar geleden. Precies, dus ja. Toen was u. En vorige keer vanuit de zaal, zeer erudiet. Maar nu eindelijk bij mij aan tafel. Ook lid en initiatiefnemer van de Adviesraad Eigen Wijsheid, Melchior Wammes. Hartelijk welkom. Ja, daar gaan we. Dit is de slot van deze avond. En we hebben hele bijzondere perspectieven gehoord, wat mij betreft al. En met jullie wil ik verkennen, wil ik eigenlijk kijken of we tot een soort conclusies kunnen komen. Wat moeten we hier nou aan meenemen als het gaat over hoe we het beter, hoe we het ecosysteem noem je dat dan, of alle partijen die dan met elkaar verantwoordelijk zijn voor die ontwikkelkansen van kinderen. Wat moeten we hieruit meenemen om hen tips te geven, handreikingen te geven? Misschien moeten er wel institutionele barrières verdwijnen om beter te laten functioneren. Wat moeten we hieruit meenemen? Daar ben ik het meest nieuwsgierig naar. Wat hebben jullie gehoord waarvan je dacht, oh, ik zie dat jij hebt in ieder geval heel veel aantekeningen. Laat ik daarmee beginnen, Regine. Wat heb je gehoord waarvan je zegt, ja, dat geeft mij te denken. Dan moeten we mee aan de bak. Nou, Je moet even bij de microfoon ietsje dicht. Ik had al het idee dat we het best wel goed deden, maar het moet veel beter. En het luisteren heb ik gehoord. Dus mijn manier van luisteren is om te schrijven. En ik ben blij dat ik ben karttrekker van een netwerkgroep. Die heet ook geen thuiszitters meer, al een tijdje. Die heet de aanpak schoolaanwezigheid. Meedoen met schoolaanwezigheid. En meedoen met school. En ik had vanmiddag die groep en ik had de vraag willen stellen die jij al hebt gesteld. Wat hadden wij in het basisonderwijs, ik ben van het samenwerksverband primair onderwijs, wat hebben wij niet gezien bij de jongeren die vandaag aan tafel zaten, wat we in het basisonderwijs hadden moeten oppakken en kunnen doen, ja. Naast het luisteren en dat afstemmen, maar ja. Misschien hebben we echt iets gemist. Mm-hmm. Ja, ik zoek het zelf altijd sneller op landelijk niveau en in wet- en regelgeving. Ja, dat viel me vorige keer ook al op, dus kom maar op. Want welke wet, welke regel? We kunnen nog zulke goede bedoelingen hebben. En ik zie ook echt vaak wel schoolbestuurders die echt willen kijken, wat kan er nou? Maar als die net met pensioen gaat, dan begin je gewoon weer van vooraf aan. Het moet echt in de basis goed zijn. Want anders dan heb je dat het in de ene gemeente wel lukt en de andere werkt niet mee. Dat moet niet kunnen. Dus ik hoorde inderdaad net punten voorbij komen uit ons 11-puntenplan. Ja. Dat is heel belangrijk. We zagen net ook echt de ernst om dat maatwerkdiploma aan te pakken. En te kijken naar hoe gaan we nou om met de overgang van primair onderwijs naar voortgezet. Maar dus ook naar vervolgopleidingen. Ja. Ja, je moet nu soms gewoon jarenlang wachten om een toelatingstest af te nemen. Soms voldoen mensen aan alle eisen. Ik sprak vorige week iemand, die is 15. Die kan gewoon starten. Maar het enige probleem is, ja, je moet even 21 worden. Dan moet je even wachten tot je 21 bent. Ja, dat kun je toch iemand niet zeggen? Ik vind dat niet kunnen. Mensen verliezen gewoon alle hoop.
En ja, dat kunnen we ons volgens mij niet veroorloven in Nederland. Oké, zeg, dat staat op het hoogste. Nou moet ik je dan weer op als bijna 47-jarige zeggen dat andersom ook niet waar is. Dus jij zegt, hartstikke, ik kijk naar wet en regelgeving. Want in die praktijk, als dan weer die hele goedwillende persoon weg is, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. En ik wil een haakje in wet en regelgeving. Maar eenmaal wet en regelgeving is nog niet hetzelfde dat dan weer in de praktijk alles gaat zoals je wil. Maar dus dan wou ik je... Dan, had ik gewoon behoefte om even te zeggen. Dat je niet denkt dat je er bent met een wet. Snap je? Dat? Want voordat je het weet zijn we dan dat aan het doen. En dan vergeten we dat er in zeg maar, de samenwerking, wat we net hebben gehoord, tussen instituties en nieuwe initiatieven iets moet gebeuren, et cetera, et cetera. Dus ja, wat heeft u gehoord? Waarvan u zegt, dat moeten we ons echt realiseren. Dat moeten we aanpakken om dit succesvoller te laten zijn. Wil je mij ook jij noemen? Dat zou ik wel fijn vinden. Wat zou jij meenemen? Nou, allereerst werd ik enorm verdrietig vanavond. Daarvoor heb ik niet de stem, hoor. Dat is een verkoudheid. Maar ik werd verdrietig omdat ik dacht, ik ben hiervoor directeur-bestuurder geweest van een samenwerksverband voor passend onderwijs. Dat is dus korter geleden. Met passend onderwijs hebben we zo gedacht dat we dit soort problemen zouden oplossen, zouden voorkomen. Want we dachten van passend onderwijs betekent dat we naar ieder kind goed gaan luisteren. Dat we bij ieder kind gaan kijken van wat is er nodig. We kijken niet naar de diagnose, maar we kijken vooral van wat heb jij nodig om je optimaal te ontwikkelen, om je prettig te voelen, om het goed te doen. En als je dit dan hoort, dan denk ik, nou, dan we hebben een transitie van de jeugdzorg gehad. Onderwijs en jeugdzorg zouden heel goed samen gaan werken. Nou, ik hoop ook dat we dat in heel gevallen wel doen. Want dit is natuurlijk niet, dit geldt niet voor alle leerlingen wat we hier vanavond horen. Maar wat je hier vanavond hoort, denk ik, ja, in dit soort gevallen lukt het ons dus gewoon nog niet. En dat vind ik eigenlijk ongelooflijk verdrietig. Want ik denk, we zijn met z'n allen keihard aan het werk volgens mij al jaren. Dit was het idee van invoering van passend onderwijs. En het bereikt dus blijkbaar nog niet volledig zijn doel. En dat vind ik echt... naar om te zien. En dat gezegd hebbende. Ja, dat zou mijn volgende zijn. Dan denk ik inderdaad dat we heel blij mogen zijn dat er een adviesraad is als eigenwijsheid, die dus een heel mooi elfpuntenplan maakt. Want ik denk dat daarnaar geluisterd wordt en dat daar een lobby zit. En volgens mij moeten we dat van harte ondersteunen om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En was in dat elfpuntenplan waarvan u zei, tjongejonge, dat we dat nog niet geregeld hebben? Ik bedoel, Melchior die zei net, de VO-raad heeft er ook wel eens voor gepleit. Hè, voor in ieder geval die op verschillende niveaus eindexamen mogen doen. Maar dat maatwerkdiploma. Maar ook sneller mogen instromen dan die rare 21 jaar regel in het vervolgonderwijs. Wat zegt u van, ach, dat hadden we gewoon al lang moeten regelen, mensen? Volgens mij heel veel van deze allemaal punten. Eigenlijk. Ja, dat zou natuurlijk mooi geweest zijn. Nee, ja. Ik denk wel dat de punten die hier genoemd zijn, dat de belemmeringen zijn die we vanavond gehoord hebben. Ja. Ze moesten van 40 terug naar 11 of zo. Maatregelen. Ik weet niet hoeveel jullie er is. Dat zijn jullie eerste brainstorms hadden. Maar met deze 11 kan je veel goed maken als je deze 11 allemaal zou implementeren. Ja. Maar dan wil ik ook nog wel iets toevoegen. Want die 11 punten, die zijn inderdaad, denk ik van ja, die zouden gerealiseerd moeten worden. Maar er is ook nog, eigenlijk dat het niet gerealiseerd wordt, heeft ook te maken met een bepaalde waarden die we blijkbaar onvoldoende belangrijk vinden om hiertoe te komen. En daar zit voor mij ook altijd de puzzel, hè? Als ik denk van zo'n 11-puntenplan, fantastisch, lobby inderdaad, initiatievencollectief, probeert zich op een of andere manier te positioneren. Ik merk zelf, ook al ben ik niet een collectief, maar kan ik vanuit een institutie zelfs praten, mijn visie, dat het toch heel lastig is om die andere waarden die we hier aan tafel gehoord hebben, dus eigenlijk gewoon de eenvoud, het luisteren, accepteren dat andere mensen andere wegen nodig hebben, accepteren dat er bottom-up initiatieven zijn die een plek kunnen krijgen. Hoe komt dat nou dat ondanks al die dingen die er zijn, dat die geen landing vinden? Want dat is volgens mij de ware vraag. Dus daartoe zou ik jullie ook uit willen nodigen. Van, wat denken jullie daar dan over? Gien, wat denk je dan als deze vraag van Mariette op tafel komt? Ja, ik denk dat we met elkaar veel meer lef moeten hebben. We zitten aan tafel rond een leerling met kinderen, met ouders en met allerlei professionals.
En dan proberen we wel maatwerk te realiseren. Maar elke keer moeten we de strijd weer aan. Wat ik hoorde ook bij de vorige sprekers. Hè, met zorg en het grijze gebied. Ik wil dan het noemen het snijvlak. Hè, tussen onderwijs en zorg. En dat met elkaar bij elkaar brengen. Maar dat je het voor elk kind of jongere apart moet doen. Ja, dat moeten we toch meer gaan bundelen. Mm-hmm. En dan die geldstromen bij elkaar krijgen. En op individueel niveau gebeurt het, lukt het met kinderen en jongeren, maar niet voor de grotere groep. Mm-hmm. Want ik vond wat jij eerder zei heel, heel treffend. Het niet passend zijn blijft zich herhalen. Dat hoor ik vanavond, dat vind ik zo schokkend en dat ervaar ik in mijn werk ook. Dan denk je de volgende stap met jongeren te hebben gemaakt en met de ouders. En dan is er een sleutelmoment en dan gaat het in half jaar goed of een jaar en dan komen ze weer op hetzelfde punt. Mm-hmm. Of op een ander punt, maar weer moeilijk. Ja. Nou, dat wil je gewoon dat dat voorkomen wordt. Dus met elkaar beter doen. En wat ik daar dan ook telkens in zie, is dat het toch ook heel vaak gaat over dat we de oplossingen die gevonden worden weer aan allerlei normen moeten voldoen. Hè? Terwijl eigenlijk die ruimte, naar mijn idee, de waarde ruimte geven. Hè, dat vond ik heel mooi in wat Linda en Wouter ook zeiden. Het gaat eigenlijk helemaal niet om ingewikkelde dingen. Het gaat gewoon om hele simpele dingen. De ruimte kunnen krijgen om jezelf te ontdekken. Of om rust te hebben of een ander tempo. Die langzame tijd eigenlijk. Hè. En dat vinden we dus heel moeilijk. In bestemmingsplannen is geen ruimte niet bestemd. In plannen is geen budget zonder bureaucratie vrij geld. Hè, noemt Albert-Jan Kruijter dat. Bestaat ook niet in plannen. Dat ruimte in systemen is heel lastig. En, en toch is dat, want hè, alles moet bestemd, alles moet bedacht, alles moet in stappenplannen afrekenbaar aanwezig zijn. En kwaliteit. Precies. Want dat wordt heel vaak, vind ik, als argument gebruikt. Van we moeten een bepaalde kwaliteit handhaven. Je moet gegarandeerd kunnen worden. Kwaliteit voor wie is dat dan? Ik wil toch niet weggaan dat jij je verdrietig voelt. Ik dacht juist in de zin van dat ik snap het. Hè. Ik snap dat uit een verlangen waar je al heel lang aan werkt. Dat je zegt, nou ja, maar dat was natuurlijk best wel. Het was misschien ook best wel een onmogelijke ambitie om het zo te doen. Dat passend maken van het onderwijs. Hè. Want we hebben nu gezien dat passend maken bij kinderen en om aan te sluiten bij hun visie op ontwikkeling. Dat heeft gewoon een waaier van opties nodig, die we misschien niet altijd al op het netvlies hadden. Dus ik wou je ook gewoon even in die zin denken. Hart onder de riem steken. Maar als je als deze vraag hoort, hè, hoe net wordt er gezegd, Regine zegt, meer lef tonen. Is dat wat er nodig is? Ik denk dat meer lef tonen op individueel niveau heel erg helpt. Maar ik denk dat we, als we het structureel willen doen, dan dat hebben we iets anders nodig. En dat is los van Het feit dat je een ministerie van OCW hebt en een ministerie van VWS, dus dat zorg en onderwijs in dat opzicht nog helemaal gescheiden is. Want je ziet altijd dat het gaat om van, ook bij die initiatieven, van is het nou zorg of is het nou onderwijs? Nou, dat wordt eindeloos. Gemeente schuift het naar het onderwijs, onderwijs schuift het naar de gemeente. En Dat belemmert heel erg oplossingen. En op individueel niveau, dat zeg jij ook, zie je wel steeds meer dat het geregeld wordt. Dat ze zeggen, nou laten we het honoreren en dan achteraf zien wel hoe we het bekostigen. Maar dan moet je inderdaad lef hebben, dan is het persoonsafhankelijk bijna. Dus het zou veel meer, je zou veel meer die ruimte moeten kunnen krijgen, ook in de regelgeving. Ruimte, hè, dat is natuurlijk ook het programma Met Andere Ogen onderzoek natuurlijk in al die regio's. Van, hoe kunnen we dat dan slimmer en anders met elkaar beter samenwerken, aansluiten, ruimte creëren? Maar hier hoor ik dat zeggen, dat het institutioneel in ieder geval is, dat zou dat de zoektocht moeten zijn. Ruimte voor wat de kind en het jongere zelf aangeeft in een misschien wel met leerrecht gedefinieerde situatie. Hè? Een hoorrecht of een hoorrecht situatie. Oké, wat is er nog meer nodig? Nou ja, wat er ook wel bij komt als probleem is, we verliezen wel heel makkelijk het gevoel van urgentie. Ja. We denken heel snel van, ja, maar het gaat maar om een hele kleine groep leerlingen. Nou, daar hoeven we toch niet het hele systeem voor om te buigen? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het feit dat dit kan gebeuren, dat is gewoon niet oké. Precies. Ja. Al was het er maar één. Dat is er één te veel. Maar het zijn er heel veel. En als dit zo doorgaat, ja, dan voorzie ik gewoon dat het uit de hand loopt. En een algehele onderwijscrisis. Want die hoepeltjes waar iedereen doorheen moet springen, die worden alleen maar kleiner.
Precies, je zegt eigenlijk is dit gesprek is veel urgenter. Niet alleen maar voor deze individuele gevallen, gevallen mag ik al helemaal niet zeggen, maar deze individuele mensen met hun levensverhalen die pijnlijk zijn om soms te horen. Het gaat soms echt over leven en dood. Je zegt maar, het is eigenlijk de diagnose die je daaruit zult moeten maken, moet eigenlijk over het hele systeem gaan. Ja. Want het wordt steeds erger. Ja, en dus steeds meer Johanna, kinderen. Die zei het wel eens heel mooi. Die zei, de thuiszittende jongeren, dat zijn eigenlijk de kanaries in de kolenmijn. Ja. En dat moeten we dus heel erg serieus nemen. En dan worden dus dit soort initiatieven die wij vandaag aan tafel hebben gehoord, des te belangrijker. Niet zozeer als nu als systeem. Uitdager, hè, zou je kunnen zeggen. Maar je zegt, kijk daar nou eens naar of daar waarden in zitten die eigenlijk een nieuw systeem kunnen ontwerpen. Dat hoor ik jou zeggen. We moeten terug naar de tekentafel. En dat is denk ik ook een aanbod wat het collectief ook... Kijk, het collectief bestaat ook eigenlijk uit al onze goede wil en ook een deel vrije tijd. En eigenlijk, we hebben geen budget, hè, we doen dit. Maar net zoals ik vind dat je beter naar de jongeren moet luisteren en open luisteren, denk ik dat die initiatieven, en zeker omdat ze zich nu verenigen, er zitten verschillen in, maar er zitten ook een heel aantal gedeelde waarden in. Ja. Luister er nou eens echt naar. Er wordt zelfs hier gezegd, Mariet, en kijk of je daar niet de kiemen van een nieuw systeem kan ontdekken. Ja. Dus het wordt nog ietsje ambitieuzer. Ja. We proberen het niet te institutionaliseren. Nee, heel goed. Ik heb heel veel vragen in de Mentimeter nog helemaal niet echt aan de orde laten komen. En er was een vraag aan de jongeren, en die kan ik mooi aan jou vragen, Melchior, van iemand, ik weet niet van wie. Maar die wil advies, want wat is nou de mening van jou, van jullie, over hoe jonge kinderen in het onderwijs kunnen blijven? Wel in het onderwijs kunnen blijven. Want vaak krijgt, zegt deze vraagsteller, een ouder al rond 4 of 5 jaar te horen. Nou, we hebben net ook al een voorbeeld gehad. Te horen dat ze vrijstelling maar moeten gaan aanvragen. Want jouw kind moet niet, wordt toch niks op deze school. Ja. Heb je daar een mening over? Ik heb daar zeker een mening over. En wat is dat? Nou ja, überhaupt gewoon kappen met die vrijstellingen. Kappen met die vrijstellingen. Ja, je kunt ook zeggen, je hoeft even niet naar school te komen. Maar daar is geen vrijstelling voor nodig. Dat slaat helemaal nergens op. Daarmee maak je het veel groter dan het is. En de consequenties, dat is het helemaal niet waard. We moeten het gewoon niet meer doen. Kappen met die vrijstelling is het advies bij deze. Heel goed, dankjewel. Dat is nog wel even leuk om die even aan jou te stellen. Goed, het is nu 9:58. Het is wel bijna tijd om af te ronden, maar dat ga ik pas doen als ik toch nog even... Ik had beloofd de zaal ook nog even de kans te geven en te jammen. En ik zie al daar iemand. Ik ga even kijken, wie heeft een zeer groot verlangen om nog even iets nu plenair te zeggen? 1 iemand? Nou, dat is dan heel goed. 2? Ja? 1? Jij wil ook nog wat zeggen? Dat mag, hoor. Ja, dan gaan we daar. Komt de microfoon naar je. Wie bent u? Ik herken u wel, maar u moet u zelf even vertellen wie u bent. Tom Pijpers, Altra, ook met de vorige keer was ik er ook bij. Geef maar de microfoon. Ga lekker zitten. Misschien omdat we het ook over design hebben van kansen. Er zijn 2 domeinen in onze maatschappij, kunst en sport, waarbij we wildcards geven. Waarbij we dus wel de kansen geven. Ja. Ondanks dat mensen niet meteen voldoen aan de normen waar ze aan kunnen voldoen. En dat is de manier waarop je ernaar zou kunnen kijken. Kinderen die talenten hebben, op wat voor manier dan ook, 15 jaar of wat dan ook, die hoeven niet te wachten tot 21. Die kun je op een assessment. En als je ik wil Wouter die wildcard geven. Dat bedoel ik. Nou, dat was de bedoeling. Wouter, wat mij betreft mag je meteen een wildcard. En die 15-jarige ook. Dit is onzin om te wachten. Ja. Dus geef wildcards. En dat kun je eigenlijk vrij snel regelen. Ja. En wat is daarvoor nodig? Nou, daar hoef je helemaal niet zo moeilijk over te doen. De wil. De wil. Nou. Want dat is ook wat anders. Ik weet niet welke lectoren social work nu kijken. Maar een wildcard zijn we daar op zoek. Dus ik dacht, we hebben niet zo'n conservatoria doen dat ook, hè? Bij zeker. Hele grote talenten. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Heel goed. Ze fantastisch kunnen de piano spelen of wat er ook. Heel goed. En dit is een belangrijke denkrichting in de zin van... Kijk nou eens hoe we op andere domeinen in het leven omgaan met hoepels. En als je daar niet doorheen kan gaan. Voorbeeld sport, onderwijs, wildcards...
kijk eens naar dat soort andere bronnen en gebruik dat als bronnen van kennis om na te denken over creatieve oplossingen van het onderwijs. Nou, mooi. Ben je al wat beter? Ben je nu al wat vrolijker? Ja hoor. Oké, gelukkig. Met jouw permissie ga ik nu zo langs en dan geef ik jou het slotwoord. Johanna, wil jij nog wat zeggen, Johanna? Wat moet er echt nog nu gezegd worden? Ik ben in hoe heet zoiets? In het onderwijs is alsof er verschillende zeven over elkaar zijn. En je moet maar net dat ene druppeltje zijn die overal tussen doorvalt. En als je daar bent, ja, dan heb je echt pech. Dankjewel, Johanna. Ik ga de laatste dingen. We hebben nog 4 minuten voordat het 10 uur is. De 10e dialoog met de andere ogen. De laatste dialoog van de programmamanager Marijke Anderweg. Wat is nou... Wat wilt u nou meegeven aan het belang dat we dit onderzoek met elkaar aan het doen zijn? Wat is de meerwaarde daarvan? Nou, ik denk dat dat de titel al is, het met andere ogen. Het feit dat dat de informatie normaal gesproken altijd komt vanuit ministeries, vanuit andere groepen. En dat je nu van onderaf, zeg maar, informatie deelt met elkaar en zegt wat ervaringen zijn. En probeert met die ervaringen te kijken of je systemen kunt gaan veranderen. En ik denk dat dat het hele mooie is van met andere ogen. Ja. Dus niet van bovenaf, maar van onderop kijken van wat zouden we kunnen veranderen en wat moet ook echt anders. Mm-hmm. En ik hoop dan ook echt van harte dat eigen wijsheid, maar ook anderen, dat die gehoord worden door de minister. En dat we ook dit probleem heel serieus nemen en ook gaan kijken van wat is nu nodig om dit soort situaties te voorkomen. En ook om goede oplossingen te bieden. Dank. Ja. Mariet? Wat helpt dit soort dialogen? Emotie. Is het woord wat in mij opkomt. Maar ik denk wel echt serieus dat dat heel belangrijk is. Wat jij zegt, ook die urgentie. Het gaat, emotie. En dat de emotie terugkomt in het oplossen van dit probleem. Ja. Dus daar, dat. Mooi. Ja. Nou, door elkaar vaak te ontmoeten en meer met elkaar te gaan samenwerken. En ik ga weer dingen meenemen en... In de groepen delen waar ik in werk, zeg maar. Ja. Dank. Kan de vraag nog een keer worden herhaald? Moet jou, voordat ik dat doe, zeg ik even via de mentor nog, mentie nog even applaus voor Melchior. Ook nog dank Melchior. Ook nog handjes Melchior. Dus bij deze. Maar de vraag was... Dit is de 10e keer dat we dit doen. Het is onderdeel van het programma Met Andere Ogen, waarin we dialogen hebben met ervaringsdeskundigen, met mensen waarin we steeds met een andere blik kijken naar het vraagstuk van ontwikkeling. Wat is nou de meerwaarde van dit soort dialogen? Ik vind hier, dit is eigenlijk al best een uitzondering, want heel vaak worden de jongeren of de ouders niet eens uitgenodigd, dus daar sowieso al de complimenten voor. Maar het feit dat al die perspectieven kunnen worden uitgewisseld en ook de ongemakkelijke onderwerpen, het gaat over leven en dood, dat we dat gewoon kunnen benoemen, dat maakt het al heel waardevol, denk ik. Hmm. Nou, nog een keer applaus dus volgens de Menti. Dank u nu ook van de zaal hier. 1 voor 10. En ik zag wel dat jij nog je hand opstak, hè? Dus ja, ik kan maar niet laten als iemand van eigen wijsheid op... eigenlijk volstrekt buiten de orde toch nog het woord wil, dan mag dat gewoon van mij. Dus Elise, wat wil je zeggen? Ja, nou, dat is 1 laatste ding en dat is... Het is net al een paar keer gezegd, maar laten we met z'n allen gewoon wat lef hebben. Lef om te zien, naar elkaar te luisteren, door elkaars ogen te kijken. Maar ook vooral het lef om over te gaan tot actie, om te doen. Goed zo. Nou, dan kan ik het toch niet laten. Mag de microfoon even naar Marijke Anderweg, die zit daar. Marijke...
Wij zijn het avontuur aangegaan. Jij bent de initiatiefnemer, de programmamanager van Met Andere Ogen. Je hebt dat hele netwerk medegemaakt en met allemaal mensen. Ik bedoel, we hebben ondertussen dat ecosysteem bestaat tot 100 mensen. Je doet het samen. Je ziet nu alleen mij. Kom eens even naar voren. Dan kom je. Dan ziet u aan. Want ze zit altijd achter de knoppen. Ze leest altijd de chat en zo. Komt liever niet op het podium. Ik ken mijn plek. Maar jij gaat nu afscheid nemen. Ja. Wat zijn je? Wat wil je ons meegeven? Ja, nou. Ja, goh, wat komt er nu op je? Wat komt er op je tong? Ik zo hoop dat we dit vasthouden. Weet je dat? Jullie verhalen, het zijn geen verhalen. Gewoon al die praktijk van alle dag waarin ouders, kinderen, professionals gewoon aan het doen zijn. En heel vaak gewoon de goede dingen aan het doen zijn. Ik hoop heel erg dat MAO die plek blijft. En dat enorme netwerk waarin al die praktijken zich verbinden en weten van wij zijn niet gek. Wij zijn geen uitzondering. Wij zijn gewoon normaal dingen aan doen die passen. En dat hoop ik heel erg. En ik heb ook vanavond weer, ik zit elke dialoog, ja. Ik ben een soort van brok in mijn keel. Ook nu weer. Omdat ik ook altijd ontzettend veel aan mijn eigen zoon moet denken, die inderdaad 3 jaar heeft moeten wachten op de 21-plus toets. En toen uiteindelijk had hij hem gehaald en toen ging hij naar het hbo. Na 2 dagen was hij er weer weg. Dus het zijn ook allemaal verhalen. Ik heb naar mijn broer geappt, Wouter, die op de HVA werkt bij Social Work. Als jij daar nu aan toe bent, dan ben je er gewoon aan toe. En inderdaad, met al jouw levenservaring is er geen denken aan dat jij dat niet zou kunnen. Nou, ik wil ook even Natasja bedanken en Pakhuis. Want ik heb vanavond ook weer zo van je genoten. Zit naar je te kijken en dan denk ik, potverdomme, doe je dat toch gewoon geweldig. Potverdomme, ben je daar verbinding aan het maken. Je bent echt nieuwsgierig. Je bent aan het doen waarvan wij met de andere ogen zeggen, dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Gewoon, zo heb ik contact met jou gekregen, met iedereen. Het is een kwestie van gewoon kijken, luisteren. Daar gaat het over. Zo simpel is het. En dan gaat het niet over al die systemen en zo, maar nou ja, hou dat vol. Ik neem dit mee in mijn hart. Ik ben niet weg. Ik ben wel weg in mijn rol. En ga vooral heel veel verder met die dialogen en met praten en met elkaar te ontmoeten, elkaar te versterken. En te weten dat al die kleine ijsschotjes, als je bij elkaar komt, is dat een hele grote ijsberg. Hè? Dan ben je heel sterk. Dus dank jullie wel. Ja, heel goed. Dank je wel. Ik zie je lief voor de pakken staan met een fles prosecco natuurlijk. Die gaan wij zo direct. Wij gaan die zo opdrinken hier om eventjes te vieren. We hebben de 10e editie, dus dat is sowieso een feestje. En het is een grote eer om deze dialoog te mogen faciliteren. Ik zeg altijd dat je als gespreksleider zo goed bent als het materiaal waarmee je moet werken. Nou ja, dat is natuurlijk altijd fantastisch bij Met Andere Ogen. Want wat zijn jullie allemaal bijzondere mensen en wat is het een genoegen om jullie met jullie het podium te delen. Ik wil jullie nog 1 keer bedanken. Maar daarmee bedank ik eigenlijk alle mensen die mee hebben gedaan aan de dialogen, in de chats de opmerkingen en de vragen stellen. En het publiek dat hier zo vol concentratie, soms bevestigend, knikt. Soms ook helemaal zo van, hoe kan dit mee? En dat creëert heel erg dat we dit onderzoek samen aan het doen zijn. Dus ik wil nog 1 keer applaus voor jullie 4. Maar daarvoor geven we eigenlijk een applaus aan iedereen die meedeed aan Met Andere Ogen. Dank jullie wel. Ook voor u. En dan rest mij u nog even te bedanken voor al dat kijken. De meeste van jullie hebben het online gedaan. We hebben het grootste deel van de dialoog, deze 10 dialogen namelijk helemaal online gedaan. En dan zaten u allemaal gewoon achter uw computertje thuis, omdat het niet anders was. Nu zit er toch nog een beetje publiek in de zaal, dat is wel fijn. Maar ik wil u heel erg bedanken. Tot en met de 10e in ieder geval. En ik hoop toch dat we tot ziens kunnen zeggen. Want we moeten nog heel wat met andere ogen kijken om dit vraagstuk daadwerkelijk op te lossen. Er moet gewoon een nieuw systeem komen. Daar moeten we naar op zoek. Niet een nieuw systeem, maar nieuwe praktijken. Dat is eigenlijk een beter woord. Dames en heren,
Dank jullie wel voor het kijken. En hier in de zaal, we gaan nog even een drankje met elkaar nadoen in die heerlijke, broeierige, warme zomeravond. Dank allemaal. Dank jullie wel. Het is echt heel bijzonder. Ja, sorry.